Ja, de maand ervoor dachten we van oké, okay, we gaan er 100 eh, gaan, gaan produceren, dus ja, na twee uur was eigenlijk al de voorraad op. Wat is dan op jaarbasis ook het winstmarge dat jullie overhouden? Hoeveel moet ik dan aan denken? 2021 zaten we rond 1,2 miljoen euro omzet. In principe was het na die eerste 400 orders nog steeds een beetje een soort van uit de hand gelopen hobby. Met alle respect, weet ja, je wel? Van, ja, het is, het is iets leuks. Wat ga je dan de, komende, de, de maanden daarna of de jaren daarna doen om dus te gaan ontwikkelen naar een miljoenenbedrijf? Welke stappen heb je daarvoor genomen? Ja, ja. We onderbreken de podcast gelijk aan het begin, want we hebben een belangrijk bericht voor jullie. 20 mei 2023, van 7 tot 1, hebben wij het grootste evenement voor ondernemers van de Lotgenoot podcast, genaamd Man of Substance 2.0. 1.0 was al een groot succes. In een prachtig kasteel, met sigaren, whisky en iedereen pakken. strak in pak. En mensen zaten te genieten. Mensen waren een beetje loesoe, maar het was allemaal goed. Die mensen waren koen. Mensen Koen onder andere. <laughs> koen was er, dus. er was een goed netwerk opgebouwd. Mensen hebben veel aan elkaar gehad. Maar mensen wouden meer. Mensen wouden meer gastsprekers. Mensen wouden Diepere meer gaan connecties. netwerken. Mensen wouden hun grootste ondernemersproblemen oplossen. En daarom hebben wij nu de 2.0. Dikkere locatie. Dikkere locatie. Centrum van Amsterdam. Centrum van Amsterdam. In het loft. Fucking vet uitzicht. Eigenlijk uh, mogen de meeste mensen daar niet eens. Komen of een feestje vieren. Nee. Maar dat gaan wij dus wel doen. Dan, Dan hebben wij we nog een gast voor jullie. Dan hebben we nog de gastsprekers. Wie zijn dat? Roland Kaan, Rom Simpson. Die twee staan al vast. Er zullen ook nog een aantal andere sprekers komen die nog bekend gaan maken. Maar het gaat jou helpen om beter te doen in business, financieel weerbaarder te worden, gewoon creatiever te denken. Maar nog belangrijker, we gaan keihard nog meer inzetten om het zorgen dat jullie goed gaan netwerken. Want iedereen zegt altijd wel: ik wil netwerken, je network is je net worth. Maar het is soms best lastig. Daar gaan wij ook nog bij helpen. We gaan zorgen dat iedereen goed met elkaar kan connecten. Onder het genot van een lekker glaasje whisky. En een prachtige sigaar. Dus dat lijkt me helemaal top. Um, er zijn tien tickets beschikbaar. Omdat we alleen mensen willen die veel datakracht tonen. Dus zie je dit nou vroeg als de aflevering net uit is. Dan is er misschien nog een ticket. Ik zou zeggen klik op de link in de beschrijving. En dan zien we jou heel graag 20 mei. Van 7 there. tot 1. Okay. Uh, deze week weer speciaal iemand tegenover zitten. Jimmy. Ik ga het wel gewoon zo proberen. <laughs> Kauwee. Zeg ik het zo goed? Fantastisch. Ja, Jimmy ja, ja. Fantastisch, fantastisch. fantastisch. Jimmy, welkom. Dank je. Leuk dat je er kan zijn vandaag. Onze eerste Vlaams-Belgische gast, dus uh, dat is ook uh, heel leuk. Wat een eer, ja. Dank ja, je. Ja toch? Ja, 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 ja het zal wel. Het zal wel. Nee. Mocht het echt niet te begrijpen zijn, zullen we in de beschrijving gewoon wel wat extra uh, legenda <laughs> neerzetten. Controls, ja. <laughs> 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 jij had volgens mij een mooie voorbereiding gedaan, toch? Een intro of moet ik hem gewoon uit de mouwen? Ja, jij had volgens mij iets Het is heel simpel, jongens. Tegenover ons oh. zit iemand die bij de politie heeft gewerkt. En miljoenen heeft verdiend met moordzaken. Jimmy, wat de fuck is er hier aan de hand? Want uh, hoe, hoe kan dit? Hoe kan je met moordzaken geld verdienen? Ja. Goeie vraag, goede vraag. Uh, misschien eerst de disclaimer: het zijn fictieve moordzaken. Hè? Dus. Uh, hey, ja. Het is wel belangrijk om mee te geven. Dat zou jij ook zeggen als het niet zo was? Ja, waarschijnlijk. Ja, als je goed was in wat, wat je deed, zou je ja, uh, dat ook zeggen. Maar je ja, inspiratie ja. vandaan gehad heb, uh, ja, dat is inderdaad. Uh, nee, klopt. Uh, ja, inderdaad, moordzaken. Uh. Netjes, netjes. Ja. Dus een kort antwoord is eigenlijk ja. Ja. En ik weet zeker dat het thuis bij een paar mensen de mond opvalt van ja. Uh, The fuck, wat de fuck wordt die nou eigenlijk bedoeld? Um, kan jij uitleggen wat jij de afgelopen jaren hebt gedaan? Want je hebt bij de politie gewerkt. Op een gegeven moment heb je een beslissing genomen om het roer totaal om te gooien. Kan je ons daarin meenemen? Zeker, zeker, zeker. Uh, ik denk dat ik in 2007 bij de politie gestart ben bij de federale politie in België. Eerst administratief werk gedaan een aantal jaren, drie jaar uh, tot 2010. Um, ik was toen 23 jaar, denk ik. Um, in 2010 heb ik eigenlijk naast mijn job bij de politie heb ik, uh, een zijstap ook al genomen, heb ik eigenlijk een, een cateringbedrijf opgestart. Um, maar dat, daar kan ik straks wel wat meer over vertellen, mm -hmm. indien nodig. Um, en dan eigenlijk ja, na die drie jaar bij de politie naar een uh, meer operationele dienst uh, gegaan, uh, waar, uh, ik, waar ik in contact kwam met. Um, ja, uh, hoe echte rechercheurs uh, allerhande misdaden gaan, gaan oplossen. Uh, bij ons, uh, onze dienst, wij behandelden alles, alle soorten niches. Dus uh, uh, drugshandel, mensenhandel, mensen smokkel, uh, terrorisme, zedefeiten. Uh, alles op grote schaal wel uh, mm -hmm. werd, uh, werd bij ons behandeld. Um, ook, beke ook bekende, zeg maar, heb je bekende gevallen die... die ja, die de, bekend... de aanslagen in Zaventem uh, toen, uh, toen was ook, uh, dat was op ons grondgebied, de luchthaven viel ook uh, op... Uh, op voor ons. Uh, dus dat werd toen ook behandeld. Uh, dus ik zeg het allerhande, ja, allerhande misdaden eigenlijk. Ja. Uh, dus eigenlijk de rechercheurs die deden het werk en eigenlijk alles wat in de onderzoeken werd uh, vastgelegd, wat er welke onderzoeksdaden er werden uh, uitgevoerd kwam eigenlijk bij onze dienst terecht, uh, al die informatie. En wij zorgen ervoor dat, er, uh, dat die enerzijds bij de andere juiste politiediensten terechtkwamen, dat iedereen die iets moest weten van die zaak op de hoogte was. En dat we ook gingen kijken van, zijn er misschien andere verdachten of, of andere feiten die we kunnen linken aan een bepaald onderzoek. Uh, dus eigenlijk heel veel bezig geweest met uh, informatiedoorstroming uh, van die gerechtelijke onderzoeken. Ja. Mm -hmm. Kun je dat beeldscherm even omdraaien? Je kan daarbij met je hand. Ja, toch? Top, thanks. Kan ik dat in de gaten houden, excuus. Ja. Ja, anders krijg ik echt paniek aanvallen. Ja. mensen die niet weten wat er gebeurt, uh, moeten altijd even het schermpje omgedraaid hebben, anders weten we niet of de camera. aan de aanhoudt. camera, nee. ja, anders kan ik dat lichtje <laughs> niet zien. En dan weet ik niet 100% of is, zeker of die ja. aan staat. Ja, ja, dan, ja, dan krijg ja, ik continu ja. paniek aanvallen. Dus ja. dus nu ben ik helemaal relaxed. Maar ga verder, want ik weet niet. Uh, ja, je was bij de politie mogelijk. bezig, inderdaad. Ja. Ja. Dus inderdaad, het is dus oper operationele dienst waar al informatie bij ons uh, binnenkwam. Um, en daar is eigenlijk het, 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 het idee eigenlijk al een beetje ontstaan van... Um, zeker sinds de digitalisering van de politie, uh, waarbij alles toch wel meer digitaal werd, kwam ik toen eigenlijk tot het besef dat een rechercheur uh, dat hij eigenlijk, in theorie uiteraard, vanuit zijn, vanop zijn bureau een, een zaak zou kunnen oplossen. Uiteindelijk komt alle informatie over een misdaad... Komt eigenlijk ja, uh, toe uh, op, zijn, uh, op zijn werkstation, uh, uh, verslagen van het van buurtonderzoek van een misdaad, uh, alle bewijsstukken werden gedigitaliseerd, werden doorgestuurd, um, telefoontaps, als er telefoongesprekken werden opgenomen, konden ze eigenlijk uh, gewoon beluisteren aan hun desk. Um, en op die manier ja, was het idee wel van, oké, okay, eigenlijk heeft hij alle informatie over een zaak, om die eigenlijk aan zijn bureau in theorie te kunnen gaan, uh, te gaan oplossen. Ja. En dat was voor ja. mij wel een idee van, oké. Okay, dat is wel heel cool dat je eigenlijk aan een bureau zoiets kunt gaan, gaan oplossen. Kan ik daar eigenlijk misschien iets mee gaan doen? Kan ik eigenlijk daar een soort ervaring, een spelconcept rond gaan, uh, gaan creëren? En uh, ja, toen ben ik daar een beetje over beginnen gaan, gaan nadenken en brainstormen over hoe ik dat precies zou gaan, uh, gaan aanpakken. Het ja. verschil tussen ervaring en zeg maar een concept qua spel. Zo uh, uh, uh. zijn twee verschillende dingen ook. hè? Ja, De ja. ervaring met moordzaken en zo. Zeg maar, dat kan heel anders geïnterpreteerd worden dan ja. een spelconcept gaan maken. Ja, inderdaad. Ik had dat nog nooit gedaan. Uh, op zich speel ik af en toe wel eens een spelletje, uh, maar ook niet heel intensief. Dus voor mij was het ook iets volledig nieuw. Um, ik, vond, ja, ik had toen ook mijn ander bedrijf in die tijd in 2017 ook verkocht. Dus ik had ook wel ruimte om, om iets nieuw op te starten. Um, ik had wel het idee van, ja, leuk, leuk idee. Ik had op mijn, mijn koelkast uh, in mijn keuken had ik een, een wit papier gehangen waar ik eigenlijk al mijn bedrijfsideeën gaan, ging opschrijven. Het een al wat zotter dan het andere. Um, en dat idee bleef wel staan. Hè. Meestal was na een paar weken, had ik wat ideeën staan en dan schrapte ik af en toe van, oké, okay, eigenlijk over nagedacht niet zo leuk schrappen. Mm. Dat idee bleef staan. Hè. Dus na drie, vier weken dacht ik van, oké, okay, ja, dat is misschien wel een leuk idee om wat verder te gaan uh, onderzoeken. Maar dan vooral leren, en dat is zeker iets dat ik wel geleerd heb, is uh, vooral leren dat je iets gaat opstarten. Ja, moet je toch gaan weten: van, is er een markt voor? Is er, is er interesse voor? Hè? Dat is altijd belangrijk dat je een beetje research doet voordat je iets opstart, voordat je daar je spaargeld en dergelijke gaat, gaat ingooien. Um, dus ik had het idee: um, ik had toen al wat ervaring met online marketing. Ik had het idee van: ik ga mijn idee vastleggen in een Facebook-advertentie. En op die manier eigenlijk um, kijken of er interesse gaat zijn als ik het concept gaat pitchen via een Facebook-advertentie. Dus ik heb eigenlijk onmiddellijk wel... Ik had al de bedrijfsnaam uh, bedacht, eh, creamybox.com, direct vastgelegd. Ook op de socials alle usernames uh, geregistreerd. En dan een, een advertentie gemaakt met vier zinnen van... Ontvang het politie-dossier van een opgeloste moordzaak. Zoek online ook naar de dader en uh, los de misdaad op. Lijkt dit conceptje leuk? Laat dan je e-mailadres achter en dan contacteren we wanneer we live gaan met ons concept. Ik had daar toen een budget voor 200 euro voor uitgetrokken om te gaan kijken van eh, komt daar reactie op. Uh, daar is heel veel reactie op gekomen. Hè, dus we hebben eigenlijk dankzij die, die advertentie 1200 e-mailadressen verzameld. Dat was al een eerste validatie, hè. dat is dus zeker ja, zo'n resultaat en is spijtig nog niet meer mogelijk in deze tijd. Uh, maar ik kwam overeen met een, een 20 cent, 20, 25 cent per e-mailadres dat we eigenlijk uh, bereikt hadden. Um, was voor mij die validatie van oké, okay, hier is genoeg interesse, meer dan duizend mensen die, die interesse tonen, die hun e-mailadres ook achterlaten, hè, want een like is vlug gegeven. Je e-mailadres achterlaten is eigenlijk al een extra barrière, dus was voor mij echt wel al een teken van oké, okay, hoe... Um, wat ook wel leuk was, waren de comments op die, um, op die, video, op die advertentie. Um, mensen begonnen elkaar te zeggen van hey, heb je dit gezien, dit moeten we gaan doen. Uh, het was heel leuk om te zien dat er echt wel wat bus gecreëerd werd uh, op die advertentie. En dat was voor mij eigenlijk validatie van oké, okay, let's go. Um, het probleem was, ik, ik had niks. Hè, dus ik had zeker dat idee, ik heb nog nooit een spel gemaakt. Nee. Ik had, het enige wat ik toen wel al had, en dat ook in die, in die advertentie stond, van ah, zoek ook online. Ik had wel het idee van... Er zijn honderdduizenden, miljoenen spellen aanwezig. Waarom zou iemand ja, mijn spel kopen? Ja, we gaan er altijd wel een aantal hebben die misschien een, een nieuw spel zouden kopen. Ik ga echt wel het concept van een, een, een spel moeten gaan uniek maken. Hè. En dat was eigenlijk door, door twee zaken toe te passen. Enerzijds levensechtheid. Um, de box die we eerst gemaakt hebben, die moest echt levensrecht aanvoelen. Dat was ook wel ja, brak, hè? dus dat was gewoon een witte doos, verzenddoos. Uh, met daarin papieren die afgedrukt werden met gewoon een, een, een printer. Nee, uh, niks fancy, echt gewoon geen, geen, uh, geen plasticjes of gelamineerd of nee, echt puur echt brak in die doos. Dat het Zoals echt dat aanvoelde. ook ging, ook bij jullie, zeg maar. Zoals bij de echte politie, bij ons ja. dat kwam ook uit de printer en werd dat ook zo bekeken. Dat is eigenlijk wel mooi, dat dus het hoefde juist minder afgewerkt te zijn om meer het juiste effect te hebben. Inderdaad, en is ook ja, goedkoper. Ja. Ja, en ook goedkoper, ja, is perfect. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Dus enerzijds levensechtheid en anderzijds interactief. Ja, dus ik had wel het idee van, oké, okay, ze gaan een, een onderzoek uitvoeren, ze gaan een dader moeten gaan, gaan zoeken. Hoe cool zou het zijn als ze naar een echte website gaan moeten surfen om, om meer informatie te vinden, of Instagram-profielen moeten onderzoeken, of op Facebook gaan zoeken, of telefoonnummers opbellen. Dat was ook een van In onze eerste zaken, was er ook een telefoonnummer dat je moest opbellen. Om zo'n elementen te gaan uh, integreren in een spel dat toch wel een wow ervaring geeft aan een speler. Dat hij denkt van... Ik zie hier een telefoon, ik moet hier naartoe bellen. En dan... Ja, hey, dat is eng hoor. Ja, dat ja, is, ja, dat is... moet dat is, ik ja. deze gaan bellen. Ja, ja, ja. Ja, En dan uh, uiteindelijk kom ik op een voicemail uh, terecht. En dan hoort je wel iets extra dat je dan in je onderzoek kunt gaan, uh, hmm. gaan gebruiken. Maar die twee facetten waren voor mij wel zoiets van... Oké, okay, dat kan wel leuk genoeg zijn om echt wel uniek te zijn in, een, in die markt die toch wel al... Redelijk wat spellen bevat om eigenlijk een nieuw concept op die manier te gaan introduceren. Ja. Um, Hoe ga je dat dan uitwerken daarna? Nou? Want kijk, dat is natuurlijk: oké, okay, je hebt een idee, dan heb je enigszins validatie van mensen dat, dat ze het leuk vinden, maar het in elkaar zetten van een goed spel voor iemand die dat in principe nog nooit gedaan heeft. Ik weet niet of je zelf wel veel spelletjes speelde, misschien een beetje ja. soms. Ja, gewoon normaal waarschijnlijk. Dus ja. je bent ook niet de soort van spelafficionado nee. dat mensen zeggen: Nou, dat is echt de man voor de spelletjes. Ja. Hoe ga je dan een goed spel bedenken? Want er moet een verhaal achter zitten. Het moet moeilijk zijn, maar niet te moeilijk. Ik zou waarschijnlijk veel te moeilijk maken. Er komt er nooit iemand achter. Heb je hebt ook een slecht spel. Hoe ga je dat doen? Ja. Goeie vraag. Ja, ja, toch, je maakt ja. het veel te complex. Ja, ja, ja. Niemand zelf mag je, het oplossen. Zelf denk je, oh ja, dan heb je de laatste letter van de brief en die voer je hier in. Ja, 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 ja daar gaat ja. niemand ooit achter komen. Dan heb je natuurlijk een waardeloos spel. Ja, gemiddelde speeltijd, 30 jaar. Ja, nee, goeie vraag. Het is... Het is uh, ja, of het echt, ja, als je terugkijkt, ze zeggen altijd je MVP, je, je minimum viable product moet, moet iets zijn waar je naar daarna terugkijkt. En dan je zegt van oef, eigenlijk was dat misschien toch niet een zo top. Dat gevoel heb ik ook wel. Hè. Het is, op zich werd het goed onthaald door de klanten. Hè, omdat het. Ja, ik zeg het, het bevatte wel die coole elementen van, van zaken online gaan opzoeken en, en moeten speuren op, op Instagram, Pinterest en, en bellen en zo. Dat waren wel ervaringen die ervoor zorgden dat ze het sowieso wel een cool spel gingen vinden. Um, ja, ik ben gewoon gestart met een wit blad en dan inderdaad wat stappen gaan opschrijven. Oké, okay, speler uh, leest het uh, politieverslag, ontdekt dat er een camera ergens uh, hang, hangt. Um, hij kan die camera dan opvragen. Oké, okay, wat ontdekt hij daar? Zo uitgeschreven, eigenlijk alle onderzoeksstappen beginnen noteren, eigenlijk chronologisch, totdat ik een, een 15 tot 20 tal stappen had en dan een keer laten testen door iemand. Um, mm -hmm. En dan eigenlijk op die manier, ja, eigenlijk spelenderwijs, ja, tot een tot een eindproduct uh, gekomen. Ga je dan ook al websites maken en zo? Want dat zijn ja. stappen die ertussen ja, komen. Ja, ik had wel wat ervaring met mijn websites maken en, en, en social media. Had ik ook wel wat ervaring. Um, ja, er zijn uiteraard zaken bij die ik heb toen moeten leren. Hè. Dus er is ook een, een chatbot aangekoppeld hè, die de spelers ook helpt. eigenlijk een politieassistent. Als je vastzit hmm. met je onderzoek, ja, dan kan je hulp vragen aan die, aan die chatbot. Oh ja. um, en, en die zaken heb ik wel gaan moeten, moeten bijleren eigenlijk. Hè. Um, maar op zich, uh, ja, was dat eigenlijk had ik alle kennis wel in, 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 in handen om, om ja, zo'n spul te gaan, te gaan creëren. Wie was dan de eerste speler? Ja, mijn broer. Mijn broer ja. Ja. En wat was zijn reactie? Want hij heeft echt het allereerste van het eerste gespeeld. Hij vond, hij vond het een, een goed concept. Uh, over de story, over het verhaal had hij wel wat opmerkingen. Mijn broer is ook iets, iemand die ja, het ook wel moeilijker zou maken en heel veel verschillende verhalen en, en mm -hmm. uh, uh, het wel meer zou uitdiepen. Dus die ja. feedback kreeg ik wel van het. het moet dieper. Dus, ja, de stappen zitten goed, hè. het zijn leuke stappen dat je moet doen als speler, maar het verhaal was wel, was wel dunnetjes. Dus. Ja, wat oppervlakkig ja. En, ja. en neem je dan dat feedback heel erg serieus? Of zeg je van, nou, je en bent dus ook één. een gecompliceerde persoon, dus nou, misschien <laughs> moet ik het nog aan wat meer mensen gewoon vragen. Uh, nu ja, ik heb er wel naar geluisterd en het is wel een beetje aangepast geweest ook wel, de story. Dus ja. je bent het wel wat meer uitgediept. Um, dus ja, ik, luister wel. ik ben wel iemand die, die naar feedback luistert um, en advies luistert. Dus ik neem dat wel ten ja. harte. Dus, uh, ja. Oké, okay. en zo'n uh, eerste versie heeft ongeveer 20 stappen. Uiteindelijk heeft het dan nog steeds twintig stappen, of wordt het op een gegeven moment 100 stappen? Nee, 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 Want we wisten toen ook wel van we willen een spel maken dat, dat je een avond mee bezig bent. Um, ja, tussen de, de twee en de vier uur. Uh, dus het mochten ook niet te veel stappen bevatten. Dus op zich is het eigenlijk bij die twintig stappen gebleven. Uh, ja. Oké, okay, dat wel. Ja. En hoe lang is het dan van. Van idee tot validatie, hoeveel tijd zit daartussen? Dus zeg maar, je had het eerste idee dat het op de, de koelkast hangt en dan ga je die Facebook advertentie doen. Hoeveel tijd zit daartussen? Dat was in januari, begin januari, dat ik het idee op de koelkast had geschreven. En dan eigenlijk eind januari had ik al die advertentie Precies. geplaatst. Okay, ja. cool. Wacht even, voor die ad. Voor die advertentie. ja. Voor de ad, ja, ja. dan vraag je mensen om zich aan te melden met een e-mail. Ja dan heb je nog helemaal niks, hè? Je gaf hun niks op dat moment. Nee, 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 nee. Oké, okay, oké, okay. dat wil ik even duidelijk kreeg je niks, Ik Ze kregen niks, nee, nee, inderdaad. We nee. oh, nee. hadden wel uiteraard al die e-mailadressen uh, geëxtract in een Excel-lijst, dat we die inderdaad wel klaar hadden om dan te gebruiken bij de, hm. bij de launch, ja. Precies, oké, okay. ja. ga verder. Dan heb je dus die, die lijst, hè? Dus dan denk je, oké, okay, ik ga hier aan werken. Hoe lang duurt het dan van het moment dat jij zegt, ik ga dit spel maken, tot de eerste lancering echt voor klanten? Ja. Hoeveel tijd zit ertussen? Er tussen? Ja, dat was drie maanden. Dus okay. uh, drie, vier maanden. Dus in januari dan eigenlijk eh, bezig geweest met de advertentie. En dan, en dan uh, op 1 juni was het spel grotendeels klaar. 1 juni. Wat uh, is ook, oh, Grotendeels? Ja, uh, het spel was klaar. Alle online assets waren gemaakt. De, de Facebookpagina's, de, al die profielen waren aangemaakt. Uh, de dozen waren nog niet geproduceerd. Hè, dus uh, die waren nog in productie eigenlijk mm. op dat moment. Want um, dan effectief op 1 juni hebben we dan de, de mail uitgestuurd naar onze e-maillijst van die, van die 1200 klanten, e-mailadressen dan. Um, om te zeggen, van kijk, de webshop, ik had ondertussen ook de webshop uh, gemaakt. Uh, kijk, de webshop staat live, je kan nu reeds het uh, spel bestellen. En eigenlijk volgende maand op 1 juli komt het uh, dan jouw richting uit. Dus, uh, ja. Heb je ondertussen ook de mensen in de e-maillijst warm gehouden met bepaalde informatie? Dat zou ik altijd aanraden, dus inderdaad, warm houden heb ik niet gedaan. Nee, dat was, uh, nee. 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 Grappig, dat is zeker, ja. zeker doen. Hè. Dus, ja, het ja, een beetje, ja, Had ik dat, dat toen een beetje dingen. gedocumenteerd, had het wel cool geweest als er wel video's te zien waren van hoe we zo'n spel aan het maken waren. Mm -hmm. Achteraf ja, had ik dat zeker en vast moeten doen. Niet aan gedacht toen. Ja. Nee, nee. Maar het was ook super druk gewoon toen met het spel ontwikkelen. Ja, ja, zeker. Want ik werd toen ook nog bij de politie, dus ook ja, de avonden, de nachten, de weekends uh, daaraan bezig zijn. Dus uh, ja. ja. Dus, ja. ja. Okay, interessant man. En toen was die lancering op 1 juni. Hoe? Want je hebt dus 1200 mailadressen. Ja. Nou, dan hoop je dat je 1200 bestellingen hebt. Ja. De regel leert dat dat toch vaak niet het geval <laughs> is, helaas. Nee. Hoe verliep dat? Ja, ik weet dat nog perfect. Dat is een van die momenten dat ik niet ga vergeten. Dus hm. dat was uh, 1 juni 2017. Om 18 uur had ik via MailChimp, uh, een tool voor e-mails uh, te versturen, uh, had ik de mail uitgestuurd van, kijk, de webshop staat live, link naar de webshop. En uh, voilà, die werd dan uitgestuurd. En dan... Uh, Iets meer dan twee uur later, rond acht uur kwart uh, s'avonds, hadden we onze eerste honderd bestellingen binnen. Um, wat voor mij echt wel een succes was. Hè. Dus ja, je start iets nieuw op en dan stuur een mail uit, een webshop die je zelf hebt gefabriceerd. Die, ja. uh, uh, en om dan te zien ja, dat er honderd bestellingen binnenkwamen, die eerste twee uur, dat was, dat was fantastisch. Hè. Dat was altijd mijn mail refreshen en ik kreeg notificaties. En, en, ja, ja echt. echt ongelooflijk, ja. Dat, dat gevoel ga ik nooit vergeten. Nou, ja. uh, dus Hoeveel. Echt, uh, Hoeveel kostte een spel toen per stuk? <laughs> toen kostte het, ik uh, denk, 20 of 25 euro. Ja, dat is maar toch een eigenlijk... paar duizend euro omzet. Ja, ja dat wel, dat wel. Dat wel. Ja. Uh, teruggekeken, ja, was dat wel te weinig. Dus, uh, ja. ja, want de verzending en dergelijke, ja, ik had er wel over <laughs> nagedacht, maar okay. niet, niet 100% bij alles goed nagedacht. Ja. Uh, dus ja, dat ja, zijn ja. Maar hoe vet is dit? Want ik denk dat niet heel veel mensen het meemaken dat je gooit een advertentie online van 200 euro. Daaruit krijg je daaruit krijgt zeg maar 1200 aanmeldingen, dan doe je daar letterlijk drie vier maanden niks mee en dan stuur je een mail, hey jongens, het is online, hier is de link, ja. en dan heb je in één keer 100 bestellingen in een paar uur. Ja, dat is fantastisch. Hè? Dat is ja. uh, was heel leuk. Uh, ik zeg ik had die lijst wel moeten warmen. Dat zou ik zeker altijd aanraden. Ja. hou die lijst warm. Um, is ook in 2017. Het was ook een ander tijdperk. Um, we hebben echt wel, denk ik, met ons bedrijf dat we echt wel, ja, we echt wel een goede timing gehad. Ik denk ook als je iets nieuw lanceert, een nieuw bedrijf of een nieuw concept lanceert, moet je ook wel een beetje geluk hebben met de timing wanneer je iets uh, lanceert. Timing dus is zeker belangrijk. Dus we hebben echt wel, uh, wel geluk gehad uh, daarmee met die met die timing. Oh. Hoezo was je timing goed dan? Ja, ik denk dat mensen open stonden toen voor uh, wat ook belangrijk is, misschien om te zeggen, um, die advertentie dat we dan geplaatst hadden. Um, ik had wel het gevoel van. oké, okay, het spel dat ik in gedachten heb, die moordzaken en, en, en ja, online zoeken en zo. Ik had wel toen het idee van dat gaat echt wel iets zijn voor mensen die graag escape rooms uh, bezoeken. Escape rooms was in 2017 was echt wel de hype toen. Ja. Dat was echt wel iets opkomend uh, en um, via Facebook kon je toen eigenlijk makkelijk gaan targeten op escape room fans. Uh, dus uh, mm. ik had eigenlijk die advertentie ook enkel gericht op escape room spelers. Uh, heel getarget, heel niche direct gestart. Uh, dat is zeker ook iets dat ik zou aanraden als je zoiets lanceert of je doet een uh, marktonderzoek. Probeer wel direct je juiste loongroep. Te gaan uh, aanspreken. Um, en dat was eigenlijk in die hype van die Escape Rooms. Dus dat was ook wel, mensen waren echt wel op zoek naar dingen om op te lossen. En, en, uh, en dat was wel inderdaad voor mij wel, qua timing, was dat wel een goede eigenlijk, om daar uh, die, die doelgroep eigenlijk te gaan bereiken. Ja, mooi. Hoeveel spellen had je überhaupt zeg maar, bij die eerste lancering? Want je hebt er dan 100 stuks verkocht, had je 10.000 stuks ingekocht. Want dan nee, is dat het was best wel een vervelende lancering. Wel het probleem was eigenlijk, uh, ja, de maand ervoor dachten we van oké, okay, we gaan er 100 uh, gaan, gaan produceren. Dus uh, we hadden het dan 100 do dozen laten bedrukken en 100 uh, van alles 100. Ja, uh, maar zelf maar van thuis de... uitgeprint en dat soort dingen. Ja, ja, we ja wel, en... wel bij een, een drukkerij dan wel geweest, voor dan bepaalde dingen wel. De dozen en zo werden weer ja, gedrukt. Ja. Uh, maar we er maar 100. Uh, dus uh, ja, na twee uur was eigenlijk al de voorraad op, uh, dus die maand juni hebben we wel nog alles gedaan om terug te gaan herproduceren. Uh, en ik denk dat we die eerste, bij uh, Voordelans, voor de effectieve verzending hadden we 400 uh, bestellingen uiteindelijk, dus we hebben wel nog wat moeten gaan gebruiken. Uh, so, ja. En hoeveel investeer je dan voordat je zeg maar die, want je hebt eigenlijk nul klanten, nou je investeert 200 euro voor dat <kwijnt> eerste, ja. hoeveel stop je daarna in voorraad? Want 100 stuks. Ja. Hoeveel geld besluit je dan van oké? Okay, ja, want het blijft een stap. Ja, ja zeker. Uh, misschien interessant om te weten. Ik had uh, een aparte uh, zichtrekening aangemaakt en ik had daar 2000 euro op gestort. Ik dacht, mm. dit is mijn budget voor dit concept. Hè. Uh, niet te zot doen. We gaan met een bootstrap eigenlijk hè, 2000 euro starten. Uh, en daarmee inderdaad 200 euro voor de advertentie. Dan nog eens uh, 10 euro voor de domeinnaam. Hosting op WordPress doen. Uh, ja, eigenlijk 2000 euro hadden we uitgerekt voor uh, die start. Um, het idee was wel, ik had wel ja, het, uh, het besef van het gaat wel interessant zijn om een maand voordat we het effectief gaan verzenden, om op voorhand pre-orders te gaan, uh, te gaan uh, doen. Ja, op die manier krijg je alle cash binnen die je kunt gebruiken voor de productie van de spellen. Dus ja. dat was wel slim. en Dat is ook iets dat ik zeker kan aanraden. Als je op voorhand eigenlijk met een prior systeem al kunt verkopen, zeker doen, dan heb je die fondsen, kun je daarmee al een deel gaan financieren. Dus, ja. 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 Of niemand koopt het en zegt: ja jongens, dat is toch niet uh, zo'n hey, ding voila. als ik dacht dat het was? Ja, voila, Dat je inderdaad geen duizend stuks op voorhand maakt. En als er maar honderden bestellingen binnenkomen, dan is het een beetje. Ja, ja. dat is ook kut. Ja. Hoeveel denk jij dat YouTube per jaar betaalt aan de makers op het platform? Dat is meer dan 300 miljoen dollar per jaar. Dat is bijna een miljoen dollar per dag. En hoe doen ze dat precies? Met al die advertenties die er voor, midden en na een aflevering zitten. Voor de makers heel leuk. Voor jou als kijker erg vervelend. Dan kun je denken: dan sluit ik YouTube Premium af. Maar YouTube Premium kost in Nederland inmiddels iets van 10 tot 14 euro per maand. Maar ik heb goed nieuws: in Turkije kost YouTube Premium slechts 1,50 per maand. Dus wat jij in Turkije per jaar betaalt is bijna gelijk aan wat je in Nederland per maand betaalt. Dat gaan we dus niet doen. Hoe gaan we zorgen dat jij YouTube Premium kunt gebruiken in Turkije? Dat doen we met NordVPN. Met NordVPN kun jij je IP-locatie verplaatsen naar andere landen, zodat het internet denkt dat jij in dat land bent. Dus wat doe je? Met NordVPN verplaats je je locatie naar Turkije. Vervolgens sluit je daar een YouTube Premium account af. En wat je dan doet, je gaat lekker het internet surfen en bespaart een hoop geld. Klik op de link in de beschrijving. Voor slechts een kop koffie kun jij al lid worden van NordVPN, dus dat kost geen moer. Het bespaart een hoop. Sterker nog, je kunt ditzelfde trucje ook gebruiken voor Spotify, Netflix en andere abonnementen. Wil jij nou precies weten hoe je dat kunt doen? In de link in de beschrijving staat ook een documentje waarin je de stappen kunt lezen. En vergeet niet op onze link te klikken met een speciale deal voor de lotgenoten. Daarmee sport je ons, kunnen wij deze mooie podcast blijven maken en bespaar je een hoop centen. Dus ik zou zeggen, klik op de link in de beschrijving en dan gaan we door met de aflevering. Oké. Okay. Hey, wat mij dan spannend lijkt, is eigenlijk kan alles nog steeds een gigantische mislukking zijn, ook als die eerste 100 orders er zijn geweest. Want het spel gaat nu de 100 mensen toe. Die gaan er nu wat van vinden. Ja. Ja, als dan 80 man zegt van, ja, ik vind het eigenlijk een kutspel... spel, dan, ja, dan, ben je weer terug bij af, zeg maar. Hoe ging dat? Hoe was die reactie? Um, heel, ja, hele leuke reacties gehad op de, op de eerste zendingen die toekwamen. Um, er is ook heel wat fout gelopen bij de eerste ja. verzending, dat was echt verschrikkelijk. Dus we hadden uh, 400 bestellingen dat we dan dus begin juli uitgestuurd hadden. En um, ja, echt domme fouten gemaakt. He. Dus we hadden verzenddozen. Um, met zo'n lipje dat je moest toe uh, to doen. Um, we hadden daar niets van van tape of iets dergelijks rond gedaan. Um, Wat als gevolg had. Uh, er zat ook een USB-stick in in die doosen voor de eerste. Um, dat eigenlijk bij 20 tot 25 mensen dat, dat die doos was opengegaan. Dat er eigenlijk dat ze een lege doos gekregen hadden. Nice. Ja, ja Dus die contacteerden die van ja ik had iets besteld, maar er is een lege doos toegekomen. Uh, ja, dat was, dat was niet zo top. Uh, het, het grote voordeel wat ik daar wel heb uitgeleerd is dat je altijd zeker met klanten heel uh, transparant moet zijn en zeggen van ik heb toen ook in mijn mails letterlijk gezegd van ja, excuses dit is onze eerste zending we zijn pas gestart uh, we zijn alles nog een beetje aan het leren uh, Mijn excuses uiteraard direct een nieuwe doos uh, opgestuurd en ook een kortingscode voor een, uh, een nieuw spel dat er eventueel dan zou aankomen um, en ze echt wel ja. Van, van, ik vind dat wel heel leuk om eigenlijk van een klacht, eigenlijk, van, van iemand die niet tevreden is, om daar eigenlijk een ambassadeur van te maken. Dat is, dat is fantastisch. Als je mm -hmm. van iemand die niet tevreden is met iets dat hij gekregen heeft, om er alles aan te doen om die om te vormen, naar iemand die, ja, die ambassadeur wordt. En zo hebben we heel veel gehad ja. die die eerste ontvangen hadden, die nu nog altijd tot op dag van vandaag klant zijn, die, die elk spel van ons aankopen. Mm. Um, ja, dat is, dat is fantastisch. Als je dat kunt gaan ombuigen, dat is echt wel iets. Uh, er zijn ook wel uh, mensen die energie. In jouw bedrijf steken. Ja, ja. Weet je, dus nemen al de Want ik ben een persoon, als iets niet goed is, dan denk ik, ik ga geen mail sturen. Ik gooi ja. gewoon in de prullenbak. Ik ben er klaar mee. Ik ook. Okay. Ik ga nooit meer naar kijken, zeg maar. Ja. Want mensen die dan echt ook een mailtje al sturen, ja, ja, ja. Ik begrijp wel, je bent al invested in iets. ja Dus ze sturen niet voor niets zo'n mail. Nee. Ja, netjes. En heb je dus ook voor de lancering het ook, want je zei net dat je bij je broer had getest ook nog bij veel meer andere mensen getest of ho hoe groot was dat? Ja, een aantal. Nu is dat volledig anders. Als we nu een, een, een spel maken, wordt dat echt door testgroepen en verschillende gaat er een gans proces door. Maar toen ik uh, ja, denk vier, vijf mensen die, die het spel getest hadden. Ja. Uh, dus ook niet 100%. Uh, <laughs> ja, nee. Mm, nee. Gewoon een beetje op de gok. Een beetje, ja, het is, ja. Dat kon veel beter. Uh, ja. mm -hmm. Ga je dan naar die eerste ronde orders. Ga je dan gelijk het spel verbeteren? Als ja. in je krijgt echt feedback. en je gaat zeg maar, de volgende prints die je gaat doen zijn gelijk anders? 100% Dat hebben we zeker gedaan. Zeker het, um, qua, qua items en dergelijke hebben we niet veel aangepast. Maar wel de chatbots die, waarover ik al sprak. Uh, die hebben we wel moeten, moeten verbeteren. Er uh, zijn een aantal zaken die automatisch gaan, maar. Een van de grote zaken, wat ik ook onderschat heb. Uh, We zijn een Belgisch bedrijf. Um, ja toen we opgestart hadden, had ik eigenlijk. Euh, ja, ik had daar niet echt strategisch over nagedacht. Van, ik dacht van: oké, okay, Nederlands spreken ze ook Nederlands. We gaan het ook gewoon versturen naar, naar Nederland. Hè. Ja. Uh, daar niet echt over nagedacht. Uiteindelijk bleek dat er heel veel andere bewoordingen zijn. dat jullie gebruiken. Uh, om bepaalde zaken te vragen aan die chatbots. Dus uh, daar hebben we echt heel veel aanpassing moeten gaan, gaan uitvoeren. Bepaalde keywords moeten gaan inbrengen. die, die specifiek Nederlanders dan gebruiken. Mm -hmm. Daar hebben we echt wel heel veel tijd in moeten gaan steken. om de informatica-systemen die erachter staan. Om die echt wel op punt te krijgen voor het ja. spel dan goed te kunnen spelen. Ah, ja. en er zijn echt die kleine dingetjes die je dan moet gaan aanpassen. Ja, 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 zeker qua taalgebruik. We zijn een heel taalgevoelig uh, taalgevoelig product eigenlijk. Hè. Dus, dus uh, het is niet zo bij kleding, ja, het is, je doet het aan en, en daarmee stopt het bij ons, is het taal. Hè. Dus dat is heel. Ja, ook per regio is dat anders. En er zijn dialecten. en, en dus het is, Dat hebben we wel onderschat. Ja. Kijk nou. ja. En je zegt ja. het ook vaak we. Ja. Hoe ging het vanaf het begin af aan? Want dat idee. Als ik het nu hoor, was het wel echt van jou. Het idee was van mij. Ik had dan uh, mijn broer die dan wel achter, uh, die ook nog wel meehielp uh, ja. uiteindelijk dan uh, in die fase, uh, die ook het tweede spel meegecreëerd heeft met mij, uh, maar die uiteindelijk niet bij, de, bij het bedrijf uh, gekomen is uiteindelijk. Ja. Uh, maar hij heeft wel geholpen met de productontwikkeling. voor het tweede spel uh, heeft hij nog uh, meegeholpen toen ook. Uh, ja. ja, netjes. En dat is, uh, verder zijn nog andere mensen op een gegeven moment erbij gekomen. In die fase niet. Dus eigenlijk um, nee. de eerste, het eerste jaar, um, niet echt buiten mijn broer dan. Uh, um, ja, ook ik denk dat we toen ook al een keer een jobstudent hadden ingeschakeld om ook wel mee te helpen met de dozen. Want in het begin was het echt wel, uh, ja, kleinschalig, je vindt in de garage. Hè. Gelijk mm -hmm. elk goed verhaal: uh, gestart in de garage, dozen plooien. Uh, dus wel een jobstudent, denk ik, uh, toen al. Um, maar voor de rest niemand, het eerste jaar eigenlijk voornamelijk. Jobstudent, is dat stagiair? Eh, sorry, een... Uh... Uh, goh, is een student die werkt? Uitzendbureau? Of een bureau? Student, studenten die jobs doen. Uh, ja, stagiair yeah. denk ik toch? Vanuit zijn studie, dat hij gewoon nee, paar nee, maanden. Nee. Iemand die studeert. Met een maar bijbaan? Daarnaast gewoon een bijbaan. Een bijbaan, een bijbaan ja. Een, een bijbaan. bijbaan. Oh, Oké, okay. oh, okay. ja, ja, zo. Ja. Studenten die naast hun studies gewoon na een weekend ja. willen, willen ja. werken. En, jobstudent. Jobstudent, uiteindelijk. Het lijkt net zo'n website of een bedrijf. Ja, je klinkt dat echt. Een zo'n uitzendbureau. Jobstudent is. Hoe voelt dat voor jou? Want je doet dus in het begin. Voornamelijk het meeste. Ja, ja, ja. Was het voor jou eenzaam? Voelde het hem risico risicovol? Of was jij gewoon heel erg doorstastend en het boerde jou niks? Je ging er gewoon voor. Ik had toen wel het idee van: dit is echt wel voor mij. Ik had echt wel het idee van: uh, alles, hè. Dat ging, ik deed alles ook toen, hè. Dus, dus dozen plooien, klanten beantwoorden, marketing, Facebook advertenties, uh, SEO, uh, pers aanschrijven, uh, noem het op, hè. Uh, boekhouding. Uh, ja, ik vond het gewoon leuk. Ik had echt een drive. Ik had echt wel het gevoel van. Ik heb gevonden waarvoor ik waar, waar mm. ik, waar ik, waar ik moet doen in het leven. En dat had ik toen wel ontdekt. Uh, ja. dus, dus ik vond het echt wel leuk om om te gaan. En, en elk vrij moment, elk weekend, elke avond, elke nacht eraan te werken. En ja. Het is ook natuurlijk leuk als je ziet dat het, dat er interesse is. Dat er, er klanten zijn die blij zijn. En ja. dat geeft wel de brandstof dat je nodig hebt om te blijven gaan, uiteraard. Ja. Uh, ja. Hoe uh, ben je dat eigenlijk gaan doen verder? Want inmiddels is het een miljoenenbedrijf. Heb je mensen in dienst, uh, hebben jullie het in verschillende talen. Het is echt een gigantisch ding aan het worden. In principe was het na die eerste 400 orders nog steeds een beetje een soort van uit de hand gelopen hobby. Met alle respect. Weet ja, wel? van ja, het is, het is iets leuks. Wat ga je dan de komende de, de maanden daarna of de jaren daarna doen? Om dus het te gaan ontwikkelen naar een miljoenenbedrijf? Welke stappen heb je daarvoor genomen? Ik denk de belangrijkste stap. Um... Ja, is, is, uh, in België is er een, een acceleratorprogramma, uh, Birdhouse. Dat is eigenlijk een, een acceleratorprogramma, is eigenlijk een organisatie um, waarbij je kan toetreden. Je moet een aantal selectieprocedures volgen, um, een aantal rondes waarin je je bedrijf gaat pitchen uh, ten opzichte van, van uh, ervaren ondernemers. Um, en als je dan geselecteerd wordt voor zo'n programma, dan word je eigenlijk heel intensief begeleid met je bedrijf. Hè. Zes maanden lang. Dat was bij Birdhouse in een Belgische acceleratorprogramma. Uh, en er waren toen 800 uh, bedrijven die zich hadden ingeschreven. Dat was 2018 al. Um, en wij hebben eigenlijk elke selectieronde waren we altijd door en, en door. En, en um, totdat we eigenlijk bij de, bij de laatste 15 geraakt waren. Dus uh, um, voor mij was dat wel validatie van oké, okay, het was een, een, een idee, een concept en ik had wat tractie. Maar dat zo'n organisatie echt wel gelooft dat er iets van te maken valt, was voor mij wel genoeg van oké, okay, het is wel precies genoeg om het, om het verder te gaan jagen. Uh, en ik herinner me ook het moment dat dan, uh, iemand van het programma mij gecontacteerd had, het mij gebeld van, uh, kijk, ja, je zit erbij met het programma, volgende maand uh, starten we. Uh, en ik was toen ook bij de politie uh, op het werk en uh, ik leg de telefoon neer en ik ga dan uh, onmiddellijk bij mijn uh, commissaris en ik zeg van, uh, ja, ik ga, ik ga ermee stoppen. Ik ga ja, fulltime nee, gaan ondernemen. Uh, daarom wil ik mijn job opgezegd. Uh, en uh, ja, voor mij was dat validatie van oké. Okay, als ge, als hmm. ik het dan niet gedaan had, de stap van, van eigenlijk parttime ondernemen naar fulltime ondernemen, ja, dan had ik het nooit gezet, de stap. Dus uh, dat, dat had ik nodig. Uh, de validatie, de, ja, dat er zo'n zo organisatie in het concept gelooft, dan hmm. dacht ik van oké, okay, ik ga ermee ik ga fulltime aan de slag. Ja. En wanneer was dit? 2018, november 2018. Hoeveel ja. omzet had je inmiddels toen gedaan? Als je van die 400 orders, heb je ja. dan al wel nog honderden meer? Of, ja, of ja wat dus ondertussen, we, ondertussen hadden we inderdaad ook al een nieuw spel uh, uitgebracht, een tweede okay. spel. Um, ik denk in 2017 zaten we rond de 75.000 euro, dat we dan eigenlijk op, van juli tot, uh, tot december hadden uh, verdiend, wat niet zo heel veel was. Maar dan inderdaad, in 2018 zaten we rond de 175, denk ik, uh, dat we toen zaten. Ja. Um, op zich, ja. Niet slecht, maar ook nog niet inderdaad de, de, grote, de grote omzetten. Uh, maar we zagen wel alles in stijgende lijn gaan. We zagen klanten terugkeren, de, de return customer rate ging allemaal naar boven. Um, nieuwe klanten, alles bleef wel in stijgende lijn. Hm. Uh, dus dat was wel een indicatie van oké, okay, het gaat wel de goede, de goede richting uit. Um, maar dat betekent wel dat je in 2017, van juli tot en met december, wat is het? Uh, als je het voor 25 euro verkoopt, iets van... Ja. 3000 of zo, ja. 3000, 4000 klanten hebt je ja, binnengehaald ja, ja. voor mij. Hè, je had daarvoor ook nog een, een, een keten, zei je, hè? een cateringbedrijf. een ja. cateringbedrijf. Ja, dus, ja, okay, dus je had al ervaring met ondernemen. Ja, oké, okay, want dat is wel belangrijk. Want voor mij, als jij bijvoorbeeld net begint met ondernemen en je zorgt nog zeg maar in 5-6 maanden voor 3000, 4000 klanten, dat is niet niks. Nee, nee, dat is zeker niks. hè. is dus inderdaad, uh, want ja. Toen was ik al inderdaad al iets gewoon. Hè, ik, was al, ik, had, ik had ervoor een, dat cateringbedrijf. Ja, let wel op. Met dat cateringbedrijf in 2010 werd dat opgestart. De Goeie. eerste twee jaren, Ja, ik denk dat wij op jaarbasis 20.000 euro omzetten. Dus dat was ja, ja. echt wel te verwaarlozen. Hè. Dus ja. ik, had, ik kom echt wel van, van ja, blij zijn met, met, met twee bestellingen voor een weekend, voor, voor iets te gaan leveren qua catering. Uh, ja, dus ik dus ben heel kleinschalig wel begonnen. Even voor beeldvorming mee. Van, van je zegt het alsof het eigenlijk niet zoveel is, natuurlijk ook omdat je veel verder bent gegroeid. Maar voor de meeste mensen, ook als je gewoon binnen een paar maanden zoveel klanten binnenhaalt, dan ben je echt goed bezig. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk het is wel belangrijk. Je kunt, um, ja, het is, is relatief hè. goed bezig zijn voor... voor, voor uh, in welke fase je ook zit. Mm -hmm. uh, mijn, doel, mijn doel was toen eigenlijk van ik wil fulltime gaan, gaan ondernemen, zelfstandig zijn. Mm -hmm. uh, dan is die omzet was dat voldoende. Maar inderdaad, als je wil gaan doorgroeien en je wil echt wel een groot bedrijf gaan, gaan, uh, gaan, gaan opstarten of bereiken, ja, dan, dan is dat niet voldoende. Dan moet je wel Seriously? blijven stijgen. Dus, dus, uh, Want was dat ook je missie toen je bij de politie werkte? Van ik wil nog een bedrijf gaan starten waar ik zoveel... X hoeveelheid omzet mee gehaald? Uh, omzet, uh, nee. Ik had eigenlijk mijn doel en dat is ook iets dat ik veel te laag had ingeschaald. Hè, dus ze zeggen altijd je moet een doel hebben als je iets, uh, als je, ja, een doel hebben in het leven. Hè. mijn doel was eigenlijk ik wil vol gaan ondernemen, vol zelfstandig zijn. Ja, ik heb dat dan redelijk snel bereikt. Um, dus ik zeg nu altijd van, probeer echt wel grote dromen, hè, dat je het niet zo heel snel kan bereiken. Um, maar voor mij was dat wel al, ja, toen ik, toen ik mijn job dan opzegde bij de politie, was dat echt wel al voor mij een accomplishment, omdat ik echt wel... Ja, tevreden. Uh, ja. Vond je het ook nog spannend om dat te doen? Of was het gewoon zo van: nee, dit, dit is het plan? Het was spannend, want ik, was, ik, was in ik heb het jaar daarvoor, in 2017, dan had ik, werd ik vader van twee kindjes, een tweeling. Uh, dus uh, ja, qua verantwoordelijkheid kan dat ook wel tellen. Hè? Dus uh, ik heb daar wel goed over uh, ja, ook wel moeten over nadenken. Hè? Dus, dus uh, uiteindelijk dacht ik ook van. Uh, als ik dan, dan keek naar mijn kinderen, dan dacht ik van, ja, uiteindelijk moet je als... Je wilt dat je kinderen iets kunnen doen dat ze willen. En als ze iets willen bereiken, dat ze dat ook kunnen doen. Dus ik dacht ook wel van, oké, okay, dat moet ook gewoon het voorbeeld zijn. En dit is mijn droom en ik ga daarvoor. En uh, ja. 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 Ja, en wat vond uh, je vrouw ervan? Ja, nou, mijn partner toen, die, die is, was iets conservatiever. Hè. Zij zit in het onderwijs. Uh, zij was wat minder uh, voor het, uh, het idee te vinden. Uh, het is wel zo op het feit, uh, toen, toen we geselecteerd werden voor het programma, toen was haar zegen er ook wel. Zij is ook wel van: ja, als je het nu niet gaat doen, dan, dan gaat het er nooit van komen. En voor haar was het ook wel een take van: oké, okay, ja, ga maar. En dan uh, ja, ja. uiteindelijk wel de stap gezet. Uh, ja. Je neemt dan ontslag. Heb je dan. Verdien je dan al genoeg met het bedrijf om ook jezelf. Te kunnen betalen of heb je dan gespaard zodat je een paar maanden leefgeld hebt of hoe, hoe ziet dat eruit? Toen, dat toen ik, kwam ik gewoon een gewoon loon kon ik mezelf uitbetalen, dat ja. was inderdaad niet heel veel, hè. 1500 euro netto of iets dergelijks dat ik mezelf uitkeerde, ja. uh, was voor mij voldoende op dat punt uh, om, uh, om of, die stap te, te leven. zetten. Uh. Ja. 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 Oké okay, en dan? Gaat het dan daarna in een stroomversnelling, want dan kom je dus ineens in dat ja. programma? Ja, ja, dan is het inderdaad wel in een stroomversnelling gekomen. Hè. Dat heb ik ook al beseft van zodra je fulltime met iets kan, uh, kan bezig zijn, ja, dan, dan kan je echt wel grote stappen gaan, gaan zetten. Uh, we hebben toen ook uh, mentoren uh, gehad die ons echt wel heel intensief begeleid hebben. Uh, Eigenlijk een maand nadat we het programma betreden hadden, kregen we ook al onmiddellijk een spontane sollicitatie uh, van Wout, uh, die nog altijd voor ons uh, werk uh, doet. Uh, en die, uh, die, die had gemaild en die vroeg: Kan ik. Ik zag dat jullie in, in dit programma uh, terechtgekomen zijn. Super interessant, ik schrijf graag. Ik ben graag bezig met mijn stories en, en dergelijke. Mag ik ja. eens langskomen voor een uh, sollicitatiegesprek? Ik zeg. Ja, op zich nog niet echt over nagedacht. Over persoon, maar op zich kom ik rustig een keer langs. Hè, en ja. uh, en dan, dan spreken we wel al een keer. Ja. En uh, ik kwam, uh, kwam dan langs. En uh, ja, ik werd volledig. Uh, ja, die had, die had drie zaken volledig uitgewerkt. Dus die kwam ja? toe. Die had, die had volledige wat stories. Vet, ja, ja die, had echt, die had drie verhaallijnen volledig uitgewerkt. Ja, echt klaar ben eigenlijk om, om te, gaan, te gaan produceren. En die waren goed? Ja, die, die, was, echt, ja, die, 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 ja, die was echt wel. Ja, wat we zegt iemand die creatief? Ja, dat is ongelooflijk. Uh, wat vet. Ja, ja. en uh, ja, het probleem was, daar was niet over nagedacht. Hè. Ik, ik ging nog alles zelf een beetje zelf gaan, gaan uitvoeren. Maar ik dacht ook van ja, zo'n kans, zo iemand, kan ik eigenlijk niet laten gaan. En dan eigenlijk uh, we hebben we hem toen eerst als uh, freelancer voor ons uh, laten werken. En hem we effectief ook geholpen om zich te schrijven als freelancer en dan effectief dat hij kon dan factureren aan ons om spullen te gaan creëren. Hm. Uh, en dan later is hij ook in loondienst uh, gekomen. Dan, uh, ja. Ja. Want ja. deed hij dit dan ook op een gegeven moment als freelancer voor andere bedrijven? Of nee nee, het nee. alleen voor jou doen? <laughs> nee, nee, nee. Hij werkte hij nog een, een, andere, een andere dagjob uh, en hij deed dat ook gewoon na zijn uren uh, als freelancer voor ja. ons. Dan, uh. Wat deed hij voor werk daarnaast dan? Uh, hij werkte in een winkel, in een, uh, een kledingwinkel. Scotch and Soda.

Uh, direct, maar het inderdaad wel... Allee, ja, ja, denk, dat is heel moeilijk ook. Hè. Wie is er geschikt om moordverhalen te gaan schrijven en uitwerken? Zo, daar is geen, ja. richt, geen richting voor. Hè. Dus uh, ja. het feit dat hij enorm creatief is en echt speciale hersenspinsels heeft, dan maakt dat eigenlijk ideaal voor die job was. Ja, ja. uh. Maar hoe vindt hij jou via Beuthouse? Zeg maar, van hoezo zit hij op Beuthouse? Ja, dat is via-via. Zijn vriendin werkte voor een ander bedrijf dat ook... Uh, het beurt had, strijkt had doorlopen. En uh, op die manier had hij over ons gehoord. En dan, uh, ja, zo in contact gekomen. Want hij schreef dat soort verhalen gewoon al. Nee, nee, nee. nee. Oh, nee, dus nee, was nee, gewoon, nee. Hij, nee, nee. Dat, hij, en hij toen schreef dat veel die... verhalen, denk ik, uh, in zijn vrije tijd. Maar niks moordgerelateerd of niet echt, Waar hij niks mee deed. Grappig, uh, <laughs> Maar, uh, ja, op die manier. Ja. Oké, okay, cool. Hey, jullie zitten dan in die uh, accelerator. En wat zijn de stappen die je dan gaat. Want, want ja, ze zeggen dan tegen jou. Uh, nou, uh, Jimmy, superleuk dat je er bent. Uh, leuk dat je een spelletje hebt. Uh, maar ja. Uh, Gaan we het nu de hobby serieus nemen? Of, of hoe moet ik dat voor me zien, zeg maar? Want hadden ja. zij echt zoiets van, ja, leuk idee, oké, okay, nu gaan we het echt armen en benen geven en de gas geven? Ja. Of ging dat gewoon heel geleidelijk? Hoe zag dat eruit? Ik denk dat ze toen, toen hebben we echt gewoon de basics goed gezet. Hè? Een, een businessplan geschreven voor de eerste keer, want, allee... Moet je altijd zeker doen. Kan ik altijd aanraden, als je iets start, maak een businessplan, breng je doelgroep in beeld, schrijf dat allemaal uit, documenteer zoveel mogelijk. had ik toen niet. Tot op dat punt. Dus samen met de mentoren en het programma, het businessplan gemaakt, missie-visie vastgelegd, wat willen we bereiken met CremieBox, waar willen we doen naartoe. Die stappen vooral. Op Dank. basis waarvan schrijf je dat plan dan? Want heel veel mensen zeggen natuurlijk nu, een businessplan heb je nooit meer nodig. Uh, wij hebben wel bijvoorbeeld het boek Scaling Up wel eens gelezen. Dan gaan we, ik weet niet of je dat kent, maar ja. dat systeem bijvoorbeeld hebben we dan wel een keer ingevuld. Moet ik daar een beetje aan denken? Of hoe ziet zo'n businessplan eruit? Um, dat is uh, meestal op basis van een. Um, uh, wacht even, ik zie dat de naam ontsnapt me. Um, een soort template dat inderdaad meestal wel gebruikt wordt bij bedrijven waarin je echt bepaalde zaken moet gaan invullen, doelgroep, eh, monetisatie. of zo, zoiets? Ja, ja, Business Model Canvas. Eh, business Model Canvas, ja, BMC, die, ja, ja, ja. die heb ik ook veel moeten oh, nou, invullen voor school. Ja, voilà, voilà. Dus, Communicatie Canvas. Uh. Dus, ja, voilà, maar is super interessant en zorgt ervoor dat je echt wel een keer gaat nadenken over alles. Hè, want bij mij ja. is heel veel op gevoel, eigenlijk alles bijna op gevoel. Wat, wat, wat voordelen heeft, maar ook nadelen. Hè. Dus uh, het, is, het is echt wel een keer het moment om alles te gaan uitschrijven en oké, okay, wie is nu onze doelgroep? Ja. In het begin dachten we van, oké, okay, het gaan vooral jonge mannen zijn die onze detectieve spellen gaan willen spelen. Volledig fout, hè. het zijn dus uh, vrouwen tussen 25 en 35 ja. die onze, onze doelgroep eigenlijk zijn. Dat zijn zaken dat je eigenlijk gaat ontdekken als je zoiets op papier zet en een keer naar je statistieken gaat kijken. van Oké, okay, hoe zit het nu eigenlijk? En, en ook kijken van, oké, okay, welke acquisitiekanalen gebruiken wij? Um, in het begin dachten okay, we, oké... Het zal meer een deel via Instagram komen. Nee, bleek uiteindelijk gewoon een Facebook-feed-advertentie die het beste deden. Uh, dat allemaal een keer gaan analyseren, tijd nemen en, en beseffen van, oké, okay, wat werkt hier in ons bedrijf? Waar willen we naartoe? En, en aan de juiste knoppen beginnen draaien. Toen was je wel al een jaar bezig. Ja. ja. Dus ik denk dat dat ook wel een bericht is voor de meeste mensen die het willen gaan ondernemen. Eerste jaar is juist sowieso chaos. Ja, sowieso. Ja. Deerste, ik begon namelijk met een businessplan schrijven. We goed. hebben het ook eerder over gehad. Dat was dan 12 of 15 pagina's lang. En je hebt eigenlijk geen flauw idee wat je aan het schrijven bent. Nee. En dan ben je eindelijk klaar na twee weken. En dan moet je dan gaan beginnen met ondernemen. Ja. Terwijl je juist in het begin gewoon gas wil geven en wil proberen. Ja, op zich heb ik het ook zo gedaan. En zonder plan, hè, tot uiteindelijk uiteindelijk dan het programma. Ja. Uh, ik denk, ja, het is belangrijk om een plan te hebben. Maar je moet het ook niet gaan. Gaan uh, te moeilijk van, maken. Je ja, moet het ook ja. niet oud oh, simpel. En, en, en inderdaad, als je eerst moet weten: van, okay, is er een product market fit? Is er een, een markt voor mijn product? Zolang dat je dat niet echt bereikt hebt, ja, moet je een beetje vooral gaan proberen en, 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 en testen doen, en hè? experimenteren. En, en pas inderdaad in een latere fase komt zo'n businessplan echt wel van, van pas. Uh. Hoe ging je dat eigenlijk in 2017 doen? Want je had natuurlijk de eerste ads op de mail gerund, daardoor dan verkocht. Hoe ben je erna klanten gaan uh, werven? Facebook is eigenlijk altijd uh, het grootste kanaal geweest voor ons qua acquisitie, uh, tot, tot vorig jaar, maar dan kan ik straks nog wel meer over vertellen. Yes, uh, maar het, uh, ja, het was echt wel de, de, de gouden tijden eigenlijk toen met Facebook. Ja, in uh, 2017 kon je echt ja, euro de, erin, tientje eruit. Fantastisch. En ook alles was meetbaar. Hè? Dus wij konden perfect ja. zien op, op advertentieniveau van die advertentie, die foto met die tekst. Die levert eh, zoveel klanten op. En dat betekent dat wij 4,80 euro voor één klant betalen. Dan wisten wij van oké, okay, we gaan al ons, ons geld dat we <laughs> hebben in die advertentie, die specifieke advertenties steken en is het schalen. Dat werkte toen perfect. En dat heeft eigenlijk wel ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we wel enorm snel kunnen, kunnen groeien hebben toen. Ben je toen eigenlijk daarna gelijk purchase ads gaan uh, runnen? Zeg maar? Dus je had die eerste verkoop ben je toen verkoop ads gaan runnen of ben je wederom weer mail-ads gaan runnen? Um, of allebei? Beide. Dus lead-advertenties hebben we inderdaad ook nog, uh, nog een tijdje gedaan. Um, en daar een funnel rond gemaakt. He. Inderdaad, ja. mensen dan eerst hun e-mailadres vragen: van dit is ons concept. Heb je interesse? Laat je e-mailadres achter. Goed. He. En dan inderdaad zijn er e-mailflows. Dus een, een, een eerste mail als ze dan automatisch uiteraard krijgen: van hé, hey, kijk, bedankt dat je interesse hebt in ons concept. We zijn Crimibox. Wij maken onopgeloste moordzaken als een modern detectieve spel. Um, dit zijn onze spellen. He. Dus één of twee spellen waar we dat toen hadden. Um, voilà. En dan een week nadien krijgen ze dan, hé, hey, wist je dat we ook een, een hele actieve community hebben op Facebook? Dit is de link, hè? stel jezelf gerust even voor. En op die manier. En dan zo drie, vier mails eigenlijk gaan, gaan maken, dat ze automatisch krijgen op een maand tijd. Dat je zo wat kan laten uh, kennis maken met je merk en wat je eigenlijk allemaal uh, doet en, en aanbiedt. Um, en dan kunnen we ook perfect gaan meten van oké, okay, wanneer kopen ze effectief in die flow? Hè? Zijn er mensen die dan na die eerste uh, mail dan inderdaad direct een bestelling plaatsen? Ja, dan kunnen we wel gaan beginnen meten van oké, okay, in totaal hebben we nu voor 1000 euro aan die elite advertentie gespendeerd. En we zien eigenlijk, als je de, de aankopen gaat tracken, oké, okay, dat levert ons 3000 euro op aan bestellingen. Oké, okay, goed. Dat is uh, winstgevend. Ja. Daar gaan we een beetje gaan schalen, een beetje meer geld gaan insteken. Um, dus dat hebben we ook gedaan. Hè. Dus ja. we hebben eigenlijk ja. alle soorten advertenties wel, wel gedaan. Uh, ja. ja. Oké, okay, nice. Gilles... Meekte je daarin? Want bijvoorbeeld bij de eerste keer had je dus die 100 mensen hadden zich, of tenminste 1200 mensen hadden zich ja. ingeschreven. 100 mensen die, die betalen, die nemen zo'n uh, pakket af. Dan krijg je dus nieuwe mensen die binnenkomen. Dan heb je een mailreeks van vier, vier mailtjes. Merk je dan inderdaad ook dat in plaats van ongeveer 100, dus 1 op, wat zei je, 1 op de 10, dat het straks in één keer één op 5 of 1 op 4 wordt die een aankoop doet. Of ja. wat voor verschil zag je daarin? Goh, dat, dat, dat is belangrijk om dat te gaan, te gaan analyseren. Hè. Uh, wat wij altijd deden, is eigenlijk na een maand gaan kijken van oké, okay, hoe hebben die flows het gedaan. Uh, en als we zagen dat eigenlijk mensen na de derde mail niet meer opended, dat kon ook. Als ze geen mails meer van ons opened, dat betekent, ah, gaan we gaan een keer kijken naar de tweede mail dat ze gekregen hebben en die beginnen aanpassen. In plaats van over een, uh, een, een dossier, iets specifiek te gaan vertellen, dan zeggen van oké, okay, een kortingscode bijvoorbeeld. Dat we dan eigenlijk de onze flow gaan aanpassen op basis van een maand uh, geschiedenis dat je eigenlijk hebt. Uh, eigenlijk alles optimaliseren. Dat is zeker ook iets, als je flows in, klaar hebt staan, zeker om zoveel tijd een keer gaan bekijken, cijfers gaan, gaan checken en aanpassen in die nodig. Uh, ja. Ja. Krijg je dit soort advies dan van Birdhouse, gebruik je, je eigen logica? Uh, beide. Zeker uh, het, het Facebook-element of zoiets dat ik zelf in de vingers zat ondertussen. Uh, ja, ook gewoon door online te gaan zoeken naar YouTube-video's die over uh, Facebook advertising gaan, blogs gaan lezen, eigenlijk alles zelf een beetje geleerd. Uh, en veel experimenteren, veel zelf doen. En, en ja, heel kleinschalig ook. En nu hebben we grote budgetten om te adverteren in Facebook. Toen ging dat echt over ja, 10, 15 euro per dag dat we adverteren op Facebook. Hè. En dat was echt beperkt en dan ik okay, heb vijf euro was ze daaruit gekomen, komen bestelling joepie kijk um, en dan kun je weer naar euro aan spenderen dus het is uiteraard allemaal het groeit allemaal mee uiteindelijk hè, met, met jezelf um, maar zeker ja zeker wel gaan testen en, en, en ja oké okay, ja duidelijk, duidelijk. oké okay, en dan dus eigenlijk ben je al best wel een beetje die vliegwiel aan het draaien aan het krijgen dan ga je die, uh, die accelerator in welke fundering leg je daar dan neer om vervolgens echt Gasten kunnen gaan geven. Waar zit dat hem in? Ja, ik denk er uh, een aantal, een aantal uh, facetten Ik denk, uh, enerzijds, het, het professionaliseren. Eh, inderdaad, eh, er, zijn, er zijn mentoren nu. Eh, we hebben alles voor in een businessplan gegoten. Er wordt over nagedacht waar we naartoe. We leggen dat allemaal een beetje vast. Dan was het ook wel het moment om uh, zaken te gaan, uh, te gaan automatiseren en te verbeteren. Eh, ik, ik geef een voorbeeld: het logistiek gebeuren. Eh, tot, tot eigenlijk 2019 deed ik alles nog groot en zelf in een garage met een aantal jobstudenten. Dat werd dan hmm. uiteindelijk te klein. Dat was dan in de, de woonkamer, die eigenlijk ook werd ingepand, met overal dozen. En, en uh, uh, tot op het punt, ja, inderdaad, in het begin ging ik dan ook zelf naar het postkantoor met onze bestellingen. Uh, totdat die mijn vrouw zei van ja, mogen hier maar uh, 50 boxen tegelijk afgeven dan, uh, shit. en dan eigenlijk uh, een tweede postkantoor uh, gaan bezoeken. Op op moest ik dan eigenlijk vier verschillende punten gaan om alles ja. te, gaan, te kunnen afleveren. Totdat iemand van die, van die mevrouwen van het postkantoor zei van, ah kijk, je kan ook gewoon bellen om te komen ophalen. Ik van, ah oké, dan komen ze naar huis en dan is het gewoon inladen. Was dat was al een verbetering. Ja. Um, en eigenlijk alles zo wat gaan optimaliseren. Tot op het punt dat we nu inderdaad een, een fulfillmentbedrijf hebben. die eigenlijk al onze orders automatisch verwerkt, uh, volledig robotiseert. Uh, en dat die eigenlijk automatisch verzendt. En uh, alles eigenlijk automatisch gebeurt. Um, en dan ook het productieproces. Eh, dus da daarmee werken we nu samen met een, um, een maatwerkbedrijf. Ik weet niet hoe dat, dat hier in Nederland is. Maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijf zijn eigenlijk mensen die een uh, verstandelijke beperking hebben. Mm. Die eigenlijk in een. Um, een, een, uh, een bedrijf werken waar ze inderdaad zaken, repetitieve taken gaan uitvoeren. Hè. Ja. Dus die de dozen gaan plooien, die de zaken erin steken, toetepen, uh, de labels van de barcodes erop plakken en dergelijke. Mm -hmm. um, dat is ook iets dat we toen hebben uh, ingevoerd. Hè. Dus als zij daarvoor verantwoordelijk waren, als ze alles op, uiteindelijk op paletten zetten, dat dan eigenlijk naar het magazijn kon, uh, kon geleverd worden. Die zaken hebben we dan eigenlijk in die periode zeker op punt gesteld. Dat we eigenlijk um, ons niet meer moesten bezighouden met randzaken, maar dat we echt konden doen waar we goed in waren. En dat was mensen warm maken voor ons concept, verkopen en, en uh, ja, echt een love brand gaan creëren. Echt content gaan aanbieden en, en ja, het, het verhaal gaan, gaan vertellen. En, en daar spelontwikkeling ook. ook? Ga je daar dan ook meer tijd aan, aan besteden? Ja, ja uiteraard ja. ook. Hè. Dus ja. dat moest ook allemaal beter. Hè. We zijn ook, ja, ik heb het eerste zelf gemaakt, nu. nu uh, nu waag ik mij daar niet meer aan. Dus nu is het zijn nu inderdaad teams die onze spullen uh, maken. Onze boeken ook. Ondertussen zijn er ook boeken bijgekomen. Ja. Uh, maar nu wordt dat ook inderdaad door andere teams. Uh, die daar veel beter in zijn. Uh, volledig gemaakt en gecreëerd. Uh. Win je dan of leen je, krijg je. investeren ze dan ook nog een geldbedrag? Dat je, dat je weet ik veel. dat je meer voorraad kan gaan kopen, dus harder kan gaan schalen, meer kan investeren, of, of was dat niet, ging het eigenlijk gewoon rustig opbouwen steeds? Ja, toen, tot op dat punt uh, was het eigenlijk altijd met eigen middelen. Hè. Dus we zijn begonnen met die 2000 euro, daarmee hebben we eigenlijk tot, tot, uh, tot vorig jaar eigenlijk alles zelf, uh, zelf mee bekostigd. Hè. Dus altijd uh, alle winsten terug geïnvesteerd en uh, en op die manier gegroeid. Ja. ja. En jezelf een hongersloontje. En een ja betalen. Op zich, uh, ja, zolang we konden eten en de kinderen konden eten. Ja, en, uh, ja, ja, ja. Was alles wel. Uh, net wel geen het, hongersloontje. Net, net <laughs> nee, geen ja. hongersloontje. Welle, op zich wat, misschien, nog niet heel veel, maar ja. genoeg om eigenlijk. Wat uh, aan ja. Want hoe ga okay. je dat dan doen? Want die accelerator helpt je natuurlijk wel om allerlei dingen neer te zetten. Ja. Maar dat merk ik zelf ook wel. Zeker, ik heb zelf ook ooit een brand gehad het is toch dat je elke keer eigenlijk alleen maar de winst die je maakt op de verkoop van de vorige keer, je extra kunt investeren. Dus ja. ik bedoel, je koopt in voor duizend, nou, je hebt bijvoorbeeld een uh, 2x-coëfficiënt, dus dan verkoop je voor 2000 en dan koop je in voor 2000. Maar dan dat verdubbelen, kijk, op een gegeven moment gaat het best hard, maar in het begin is het 1000, 2000, 4000, 8000, 16000. Nou, dat, dat gaat niet heel snel. Nee, zeker. Het eerste wat ik, wat ik wel wil zeggen is dat, het, uh, dat je zeker moet zien dat je niet maar 2 maar maar 5 kan gaan, bijvoorbeeld. Zeker bij producten van ons... Um, ja, stel dat een, een spel in de retail nu 35 euro kost. Ja, bij ons kost het eigenlijk productieprijs 4 5 euro. Hè. Dus, dus okay. Dat je echt wel goede marges hebt, dat, is ook ja. dat ik gekleerd heb in het programma. Hè. Dus in het ja. begin was dat veel te weinig. Hè. Dat uh -huh. was slecht uh, ingeschat. Je moet echt wel je prijzen op een, op een goed niveau zetten, dat je kan meer investeren in acquisitie, in, in productie. En dat je sneller kan groeien. Want inderdaad, als je maar maal 2 kan gaan. Dan gaat het heel traag gaan en ga je niet die kritieke massa gaan bereiken. Uh, dus dus mm -hmm. belangrijk is om die marges wel direct goed te zetten. Um. Hoezo? Ik weet niet of je dat kunt delen, wilt delen. Maar wat is dan op jaarbasis ook het winstmarge dat jullie overhouden? Hoeveel moet ik dan aan denken? Ja, ja om een voorbeeld te geven: 20. Uh 2021 zaten we rond 1,2 miljoen euro omzet. En ja. ik denk dat we toen een winst rond de 100.000 uh, bereikt hadden. Ja, 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 ja. ja. dus dat is toch dan, dan blijft het niet heel veel hangen. Als in 10 procent, het is nee, toch... Nee, maar daarmee is uiteindelijk wel alles betaald. Hè. Dus de lonen... Ja, en ja, ja, is ja, alles dat is echt wel, de winst, wel... winst onderaan de streep. Ja, inderdaad, ja. onderaan de met streep. Met de investeringen. Ja, met alles erin. Dus uh, ja. de productie van de boksen, spelcreaties, alles. Iedereen is betaald uiteindelijk. Ja. Als je, dan, je nu maar... zou inzetten op echt gewoon winst trekken... Zou dat dan veel meer kunnen zijn? Want jullie investeren natuurlijk nu ook veel in groei en ontwikkeling, et cetera. Ja, dat is nu wel de fase dat we nu in de, dit jaar zeker zitten. Uh, is, is meer gaan inzetten op het, uh, het profitability zijn. Hè. Dus, dus uh, winstgevend zijn, omdat inderdaad vorig jaar was een, een moeilijker jaar voor ons. Ja. Uh, waardoor we eigenlijk dit jaar vooral meer gaan inzetten op die winstgevendheid. Je kan eigenlijk op twee manieren een bedrijf gaan, gaan runnen. Hè. Je kan enerzijds voor de groei gaan, waar je minder kijkt naar winstgevendheid. Dat je gewoon zegt van. We willen meer klanten, meer een basis gaan, gaan opbouwen, zoveel mogelijk klanten bereiken. Um, en anderzijds meer gaan kijken naar het winstgevendheid van het model. En dat je gaat zeggen van oké, okay, we gaan echt wel. Um, minder uitgeven aan acquisitiecampagnes, maar wel ervoor zorgen dat die um, meer geoptimaliseerd zijn. Dat we eigenlijk per klant veel meer gaan verdienen en dat we mm -hmm. eigenlijk winst maken bij een eerste purchase, terwijl, bij een eerste aankoop. Hè. Terwijl het andere model, als je gewoon snel wil schalen, kan het zijn dat je gewoon breakeven draait als iemand voor de eerste keer uh, bestelt en dat je pas eigenlijk winst gaat maken als iemand een tweede keer gaat bestellen. Dus ja. het zijn eigenlijk twee modellen die je kan gaan toepassen. Mm -hmm. um, om te groeien of om, om die winst uh, meer te gaan. Want je pakt dan in uh, 2017 ga je bijna richting ton. Uh, 2018 uh, bijna 2 ton. Ja. Wat zijn de keuzes die jij in 2018 hebt gemaakt waarvan je zegt hé, hey, dat, uh, dat zijn echte punten geweest, waardoor ons bedrijf in omzet kon verdubbelen? Ja, um, meer producten ten eerste. Uh, ja. Dus het is ook zo: ja, als je maar twee producten, als je maar twee spellen hebt, uh, we hebben klanten die ze alle twee gekocht hebben, ja, Klaar. Dan, dan is, er, ja, is, er, is er niks meer om, om nieuw te kopen. Dus ja, nieuwe producten, productcreaties. Ik denk in, in 2019 hadden we toen al drie, vier spellen ondertussen. Wat eigenlijk maakt dat één klant eigenlijk al in theorie dan die vier kan aankopen. Ja. Uh, dus gewoon meer inzetten op productcreatie. Dat was toen echt wel het, uh, het idee. Ja. Ja. En het team? Want je had op een gegeven moment dus hè, de, uh, de, de creatieveling die in eentje met drie verhalen naar jou toe ja. komt. Blijven het team bij met z'n tweeën of zijn je op een gegeven moment gaan uitbreiden? Ja, dus eh, tot 2020 eh, was het dan vooral Iken en Wout, dan, eh, de, de creatieveling. Um, maar toen kwam ook corona. Um, dat heeft uh, een enorme impact gehad op onze business. Um, het is altijd dubbel, hè, want het, voor ons was het positief op het gebied van sales. Eh, uh, met de lockdowns in, in Vlaanderen en Nederland. Um, ja zagen we echt wel een enorme toename in, in omzet. Hè. We zijn een, een seizoensgebonden product. Hè. Wij doen eigenlijk het van onze omzet in Q4, hè, de cadeauperiode. Mensen die ja, voor Sinterklaas, kerstmis, nieuwjaar cadeau willen geven, dan is het echt wel ja, onze, onze tijd eigenlijk, Q4. Um, wij zagen eigenlijk een gelijke curve eigenlijk in, in, in vanaf maart 2020. Hè, zodra die eerste lockdowns kwamen, Zagen wij eigenlijk dezelfde cijfers als we normaal in december aan het tragen waren? Mm -hmm. um, wat, we eigenlijk, wat eigenlijk betekende dat we dat jaar in 2020, dat we eigenlijk maal drie gegaan zijn. We zaten dan aan 200 300.000 euro omzet. Het jaar ervoor zijn we eigenlijk ja, boven het miljoen al uitgekomen toen. Um, dankzij dan die corona, ja, was, was, was ja positief uh, voor, voor de sales van ons. Uh, dat was ook een beetje de periode dat we. Um, ja, we, konden, ja, we voelden wel, alles begon te kraken in ons bedrijf. Hè. Dus mm. we konden, logistiek konden we niet echt mee. Uh, klanten, customer support was, was moeilijk. Uh, we konden de, de influx niet aan van nieuwe klanten. Dus hebben uh, heel snel uh, ons team moeten laten groeien. En zijn eigenlijk op korte tijd is ons team van, van twee naar, naar zes gegroeid op payroll. Op en dan nog, uh, nog, nog drie, vier freelancers ook nog. Hè. Dus een team van 10, 12 mensen. Um, wat nodig was in die periode. Ehm. Um, dus toen is het heel snel gegaan. Mm -hmm. uh, ik vrees dat, we daar, dat ik daar de fout gemaakt heb om misschien iets te snel willen groeien. En um, ja, de sky was de limit toen. Hè. Je, zag, je zag die omzet per dag omhoog gaan in, in de zomerperiode zelf. Hè, dat je denkt van. Um, en toen zijn we heel snel gegaan. En hadden we heel veel projecten en hebben we hebben we echt wel, naar mijn mening, misschien iets te, ja, te, te, te log beginnen worden. Ook hebben we echt wel veel verschillende projecten opgestart. En um, ja,. Had, had, de omzet gelij, had de omzet blijven stijgen op dat punt, dan, dan was er eigenlijk geen probleem. Uh, maar ja, de zaak is in 2021, ja, was corona dan echt wel ja, op zijn einde. En uh, zeker 2022. En dan zagen we ja, alles mocht terug, iedereen mocht terug buiten en, en uh, ging andere activiteiten doen. En dan zagen we echt wel de omzet wel gestaag dalen. En dat, uh, ja, dat was wel een probleem toen. Mm -hmm. ja. Wat doet dat met jou als ondernemer? Want je bent dus eigenlijk

Gingen we eigenlijk, ja, zaten we bijna 90% minder omzet in die maand. Oeh, ja, 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 ja. En dat was ook wel een periode dat Facebook, dus er zijn een aantal updates gebeurd. Dat te maken hebben met het iOS-systeem van Apple, bijvoorbeeld, de privacy-update 14.5. Wat ervoor zorgt dat we niks meer kunnen tracken van, van, van mensen. Wij konden vroeger, iemand klikt op onze advertentie, gaat naar onze webshop, plaatst een bestelling voor dat spel konden wij zien van, ah, oké, okay, dat levert zoveel geld op. Ja, dat is allemaal gedaan. Dus we kunnen uh, zien, van iemand klikt op de advertentie en dan is die eigenlijk spoorloos. Dus dat was een volledige switch van, van, van model dat we toen moesten gaan uh, uitvoeren. En dan was het echt wel meer kijken van, oké, okay, hoeveel spenderen we dagelijks aan advertenties? Hoeveel omzet komt eruit? Maar we konden niet meer zeggen van, oké, okay, die advertentie doet het goed, we gaan daar, dat gaan opschalen. Dat was niet meer mogelijk. Dat heeft wel een enorme impact uh, gehad uh, ja. op ons bedrijf. Mm -hmm. En dan anderzijds de ja, de inflatie, de recessie, de, uh, de oorlog in Oekraïne. Um, de koopkracht van de mensen, die, die echt wel een. Ja, dat vorig jaar was echt een moeilijk jaar. Uh, en ja. dat heeft zeker in onze business en het entertainment business. Um, ja, is, is niet zo vitaal als als je food of, of beverages uh, verkoopt, is, is minder belangrijk dan entertainment is. Dus, um, dus dat was een moeilijk jaar vorig jaar. Ja. Hoe sluit je zo'n jaar dan af? Hoeveel omzet doe je dan nou ongeveer? Dat uh, onder het miljoen nog. Uh, de jaarafsluiting moet nog gebeuren, maar het is onder het miljoen. Um. Oké, okay, ja. maar toch onder het miljoen. Ik bedoel, als je ja, zeg maar in maart 90% procent ja, daalt. Ja, nee, nee, nee. Ik nee. <laughs> denk, denk ergens 700.000 of 800.000 euro nog, ja, precies. nog bereikt. Okay, yeah. ja, maar wel een ja. flinke daling met 1,2 miljoen naar bijvoorbeeld 700.000, Dat ja, is inderdaad. toch echt wel ja, gewoon een 4, 5 ton ja. verschil. ja, ja. ja. En je eh, dus 2019 was het 3,4 ton. 2020 ja. was het ongeveer dan 8. Zien, eh, ik me niet vergis 2020 was eh, 1, rond, rond het miljoen boven het miljoen zelf. 2021 was het recordjaar, 1,2 miljoen. En dan 2022 was dan het minder jaar. Ja. 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 En ja. dit jaar? Hoe gaat het tot nu toe? Dit jaar We hebben het eerste kwartaal nu gehad. Ja. Uh, Qua, we doen beter dan vorig jaar, hè, dus mm -hmm. dat is al positief. Uh, we hopen om dit jaar toch wel die grens van het miljoen opnieuw te gaan uh, overstijgen. Ja. En dan, uh, we, gaan, we hebben strategisch een aantal aanpassingen die we aan het uitvoeren zijn. Uh, om een voorbeeld te geven, we waren in 2017 gestart als een echt uh, puur D2C bedrijf. Hè. We gaan verkopen via onze webshop uh, en, en daar eigenlijk alle focus op geplaatst. Hè. Terwijl we nu zien. Ja, we moeten ook mee en we zien ook van, ja, dat gaat het niet, dat gaat het niet worden. En we gaan echt wel meer een omnichannel approach gaan, gaan moeten gebruiken. Hè. Dus dat wil zeggen, niet alleen online verkopen, maar ook fysiek in, in verkoopspunten. Hè. Uh, ja. Zijn de grote ketens, winkelketens die onze producten gaan verkopen, uh, escape rooms uh, die onze producten gaan verkopen. Ja, En kan je niet eens te denken, het is best wel een vet concept, hè? En je zei ook al, best wel veel klanten van jou zijn vrouwen, dat is iets van 70 75 procent. Ja. Wat vrouwen tegenwoordig ook altijd doen. Dat elk restaurant waar ze naartoe gaan, gaan ze een foto van maken. Helemaal als het mooi eruit ziet. Ja. Heb je daar ook ooit over nagedacht om dat iets te koppelen waardoor ze TikTok video's of Instagram foto's gaan maken met het spel? Ja, zeker. Op dat gebied uh, mogen we zeker niet klagen. Dus we hebben heel veel mensen die uh, thuis echt een uh, murderbord gaan maken. Die hun, hun, mm -hmm. uh, een muur in de keuken volledig gaan, va gaan vastplakken met foto's van het onderzoek En dat gaan lijntjes trekken en die, die echt wel, uh, ja, dat is echt wel dedicated bezig zijn met dossier. Uh, en daar dan inderdaad ook wel, wel uh, foto's van maken en onze hashtag gebruiken. En inderdaad, dat geeft wel altijd zo wat bus. Uh, ja. Want hoe ga je dat doen als dan die Facebook? Want ik heb bij een marketingbureau gewerkt. En ik werkte ook inderdaad begin 2021. Sorry. Nee, eind 2021 en begin 2022 werkte ik bij een marketingbureau waar ik veel mm -hmm. met Facebook ook deed. Ik was uh, social ad specialist. Bij ons ging inderdaad ook alles van het cliff af. En uh, ja, tracking was helemaal waardeloos. Als je daar dan voor een groot deel afhankelijk van bent, wat, wat is dan de vervolgstap? Want ja, dat werkt dan gewoon minder goed. Nee, inderdaad, dus dan moet je gaan, uh, gaan pivoteren, hè. dus dat is een moeilijke, hè. dus uh, je bent gewoon om, ja oké, okay, bij de start van het bedrijf was heel duidelijk van we steken ons, ons volledige uh, volledig budget in, in die Facebook advertenties en dat werkt en we groeien en, en je denkt er eigenlijk weinig over na. Um, dus als dat wegvalt, ja, dan moet je gaan kijken naar andere kanalen. Mm -hmm. um, een van de kanalen die we toen wel ontdekt hebben was uh, podcast advertising. Uh, zou ik iedereen misschien... aanraden. Ja, ja, als we toevallig ja. advertenties kijken, zeg maar wat. <laughs> het is ook een groeiende markt. Stuur een <laughs> okay. mailtje naar contact.lotgenotenpodcast.nl als je het je interesseert, zeg maar wat. Ja, maar het is effectief wel een hele grote driver geweest voor onze business. Dus uh, hoe pakken wij dat aan? Uh, we hebben een aantal doelgroepen hè, voor onze detectieve spellen. Uh, een van de grootste nu zijn eigenlijk de true crime fans. Uh, dat zijn mensen die... Ja, bezeten zijn door echte misdaad. Die op Netflix alle documentaires bekijken. Die op, 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 op uh, tv ook al die series en, en, en docu's volgen. Um, nu zijn er ook heel veel podcasts die over true crime gaan. Um, dat is echt wel een fenomeen dat eerst van de Verenigde Staten overgevlogen is. Uh, en dat nu echt wel aan boomen is in Vlaanderen en Nederland. Uh, een van de meest beluisterde podcasts uh, in Vlaanderen bijvoorbeeld is een true crime podcast. Dus, oh ja? Ja. Mm. Um, dus wat hadden wij gedaan? van Kijk, hè, wij weten, onze doelgroep houdt van die true crime. Uh, Um, Nisha zit daarin. Um, kunnen we niet gaan samenwerken met die podcast, die True uh, Crime podcast? En dan um, hadden we eigenlijk uh, contact genomen met een eerste Nederlandse uh, podcast. Um, en uh, we hadden die gecontacteerd. Dicht van, kijk, wij maken detectieve spellen. Kan je dan niet gaan uh, pitchen in, uh, in jullie show? En jullie mogen daar een kortingscode aan uh, verbinden. En dan uh, op die manier... Um, daar ja, krijgen wij extra klanten binnen, dat dat dan horen. En uh, ja, dat was geen probleem. En uh, ik denk dat we toen eigenlijk een, een 800 euro betaald hebben voor drie spotjes hè, in, die, in die podcast. Um, en het leuke daaraan was dat die hosts, uh, die hebben dat geïntegreerd in de show. Het was dus geen afgesloten hoofdstuk, maar echt wel... Ja, ze begonnen hun show en ze begonnen. Meestal vertellen ze effectiever over hun leven een beetje hè, zo wat uh, chitchat. En uh, dan zeiden ze ook van ah, ik heb dit weekend de Box gespeeld. We hadden dan eentje opgestuurd. Ja, ik heb eentje gespeeld. Het was superleuk. Hè. Je moest dan online. Hè. Eigenlijk ons bedrijf volledig gepitcht, eigenlijk eh, daarmee. Ja. En dan ook gezegd We werken ook samen met Box. En we hebben nu eh, de kortingscode na een podcast, 10 En dan uh, voor hun uh, luisteraars. Ja. En uh, ja, dat was 800 euro voor die drie spotjes en dan eigenlijk na een maand zagen we de cijfers en dan uh, bleek dat we eigenlijk uh, 14.000 euro omzet gedraaid hadden met die specifieke kortingscode. Ja, heel ja. wel. wel ja. Lekker hoor. Ja. ja, dus dat was dat was voor mij was dat echt wel oké, okay, boing. Dus, ja, dus direct. Ja. Uh, dus wat hebben we gedaan eigenlijk? Alles in kaart gebracht, elke Truecoin podcast in Vlaanderen, Nederland uh, in kaart gebracht en gecontacteerd mm -hmm. en soortgelijke afspraken gemaakt en uh, tot op dag van vandaag is dat eigenlijk nu een van de belangrijkste inkomstenstromen voor uh, nieuwe klanten eigenlijk. Leuk. Gekomen. Als de als het er goed is, dan is het echt, uh, ja. echt een waar. En dat zeg ik niet, dat klinkt nu een beetje als uh, wc eend uh, nee, nee, nee. Uh, ja. adviseert wc-eend, maar dat merkten wij ook. Nou ja, dat we gewoon samenwerking hebben gehad, uh, ja, zowel perfect, gesponsord ja. als, als, als gewoon niet gesponsord ja. tot toen we nog begonnen, ja. waar gewoon wat loop je naar nou dom te lachen, ja, <laughs> waar gewoon veel omzet, <laughs> nou ja, gewoon veel omzet gehaald Dus waar wij wij hebben wel eens zeker in het begin staan kijken dat we dachten, holy shit. Ja, zo als de match uh, daar deze dan podcast of video heeft uh, een paar duizend kijkers en luisteraars en heeft gewoon echt duizenden euro's opgeleverd ja. dat wij dachten, wat. Kijk, ik wil eigenlijk net een bruggetje maken van jij zegt kortingslink. Ja. En wij zijn geen Crime Podcast, maar we hebben wel een korting kunnen regelen. Want, hey, hey, dat wist we van Het is leuk om deze het te promoten ook. Ik weet niet. Maar het <laughs> ligt er een beetje aan. Kijk, het is, het, is, het is de vraag: is het een match? Weten wij niet, hè? Want we hebben dit, dit soort producten nog nooit uh, getest. Nee. Maar we zijn wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Um, ik ga het zelf ook gewoon uittesten. Ik vind het wel leuk. Ik weet ook niet of je het leuk vindt. De goede pitch die er is, is als ondernemer ben je altijd helemaal in je business gedoken en als we dan niks aan het doen zijn zitten we een netflix serie te kijken of dat soort dingen maar het nee, voelt, voelt een beetje nutteloos. ja ja ja, ja, ja als ja. je dan iets wilt doen waarbij je wel nog je kop wil gebruiken maar ook vermaak wil hebben dan denk ik dat zo'n creamy box een ja. goede en leuke manier is om met familie vrienden je vriendin wat te gaan doen zeker met je vriendin lekker intiem, lekker samen iets oplossen precies precies uit Check de mogen, goede op pitch de in de beschrijving <laughs> kijk wat het doet klik erop en geniet ervan dus uh, nee, oké, okay. wat is de code? Hebben we dan ook nog een code? Uh, ja, kortingscode is lotgenoten 10. Klopt, ja. nice. Staat ook in de beschrijving. Ja, we hebben nice, nice, nice. okay, het geregeld. Dat wist ik niet. Maar Jimmy? Goed. Ja. Super bedankt daarvoor. Ja, ja geen probleem. Oké, okay, maar podcast was dus een grote manier die goed werkte. Ja, want inderdaad niet. Omdat inderdaad dat nu vermeld wordt. Het is effectief voor ons een hele grote. Ja. Uh, alleen, het, is, het is effectief wel een hele grote driver geworden. van onze, van onze business van nieuwe ja. klanten. Uh, dus uh, zeker, ik denk als je match hebt met je doelgroep. Um, kan een podcast wel heel relevant zijn. Uh, zeker. Um, zeker ook het, het concept van een podcast mm. is heel authentiek. Uh, het is, is niet zo afgemeten en, en het is, is, is heel ja, casual. En dat zorgt ervoor dat mensen daar meer uh, oog voor hebben en meer gaan op paletten. Uh, ja. ja, en dat van jullie is natuurlijk ook wel ja, zo'n beetje in goud gegoten. Van, ik bedoel, als ik aan een True Crime podcast zou denken, en de, je hoort wel eens adverteerders en dingen, maar als ik dan box los zelf je eigen misdaad, uh, de, ja. ja, mysterie op. Ja. Yeah. Ik, dat, in ieder geval, ik heb dat vaak, want zo luister ik zelf veel naar advertenties. Van, hey vind ik nou de context van deze advertentie binnen dit verhaal logisch? Ja, zoiets zou ik denken, ja, dit past perfect. Ja, het is ja. toch, bijvoorbeeld als je het een doortrekt, hè, podcast, Super vet. Maar het is toch ook zo, we hebben jaren geleden, hebben wij een keer een um, serie gekeken, ging over, over ook, volgens mij ook over Ted Bundy en nog allemaal andere criminelen, dat de FBI die dan ging oplossen. Ja, wat? En we een keer op een brakke zondag gingen we dat kijken, maar dat we uit zijn geweest op staat nog. Gaat het over die twee FBI ja, ja, die, ja, die bedenken profiling dan. Die bedenken, pro ja, 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 die bedenken ja. het profiling, Zij het dat is dat verhaal. Van... Ja, ken je die serie? Ja, dat, oh, dat is op Netflix. Nee. Ja, Dat zijn de twee FBI-agenten die dan profiling binnen de FBI hebben Precies. ontdekt. Ah, ja, ja, ja. Maar dat leren ze door met die criminelen Met Kemper gaan ze dan een ja, gesprekken ja, 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 en zo, juist. De naam ja. ontsnapt mij maar inderdaad, een populaire... Ja, die op Netflix ja, ja, ja. stond. Maar die, daar was toen één seizoen van of zo, of twee, maar volgens mij is er verder niks meer uitgekomen. Maar heb je wel eens eraan gedacht om daar iets mee te doen? Bijvoorbeeld dat je... Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is, hè? maar misschien met een tv-serie of een ergens anders serie of een, uh, een, een YouTube-serie. Niet per se met podcasts, nee. maar ik denk dat ook genoeg verhalen uh, op YouTube te vinden zijn die ook over criminaliteit gaan of over moordzaken. Ja, zeker. Dat is ook hetgeen waar we naartoe willen. Hè? Dus we zijn eigenlijk Crimebooks gestart. We zijn gekend eigenlijk als een spelletjesbedrijf. Uh, de richting waar wij naartoe willen is echt wel meer een, uh, het bedrijf voor die misdaad entertainment. Hey, ik zeg altijd de Studio 100 voor misdaad -fans, voor true crime fans. Hey, dus ja, je zei zelfs een keer de Marvel van de true crime. Ook zo, de Marvel. Want van de doelgroep. Ja, ja, ja. Ja, ja, de Marvel. Ja, 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 ja. Inderdaad, hey, dus we zijn eigenlijk een, een universum gaan creëren waar we bij verschillende producten gaan aanbieden aan die doelgroep. Hey, dus gestart met de, met de spellen. Nu hebben we inderdaad ook een, een eerste boek, uh, dat nu in tweede druk al uh, gaat. Uh, er komen nog twee boeken aan uh, dit jaar. Um, een eigen podcast, staat ook nog op de planning. Hey. Um, twee echte crime scenes daar we ook willen gaan opstarten in Gent. Dus dat betekent eigenlijk het concept meer van een escape room. Dus je komt bij ons op locatie. Oh. En in plaats van een ruimte waar je moet uit ontsnappen, kom je eigenlijk binnen als detective op een crime scene. Dus ja. daar ligt een lijk en dan moet je gaan Bestaat Staat dat al, zoiets? in Amerika denk ik misschien. Ja, uh, maar zeker hier, ja. Ja, hier heb ik nog niet echt het, het concept uh, teruggevonden. Kan hoor, ik, ik ja. ken ze niet allemaal ja, Het is best uiteraard. leuk zo'n escape room. Ja. Heb je wel eens een escape room gedaan? Nog nooit. Nou, best ah, best leuk, man. Kijk, als als, 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 als uh, Ries dan uh, nodig ik je als eerste net. Ik vind het namelijk super tof. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik heb no de kans is nooit aangewezen. Nee, nee, ja, ik ben met werk toevallig een keer toen ook. Weet het niet agressief zeg maar? Het lijkt me wel een persoon die in was heel relaxed. Ik was juist heel relaxed, want iedereen was heel druk bezig, dus ik hoef alleen maar alleen een beetje soms oh, okay. hey, kijk hier. En iedereen daar uh, is het! <laughs> ik had denk ik twee dingen gegokt, maar het leek wel alsof ik slim was, omdat ik niks anders deed dan gewoon wachten en dan iets zien en dan Je gaat allemaal de verkeerde kant op, maar hier is het. Ja. Nee, maar leuk Ik zat net ook te denken toen net voor de podcast van ja, hoe vet zou het zijn als je niet best een escape room hebt, maar dan echt gewoon een echte moord. Dat ze ja. gewoon naar verschillende locaties moet gaan en dan kom je ja. op een plek en daar is er dan een moord gebeurd en dan moet je letterlijk naar het bureau en daar liggen papieren papapapap, zeg dus maar alles op en eraan. Ja, ja, zeker. Dat zijn de zaken waar we naar toe willen. Hè. Dus ja. inderdaad, zo'n zaken. Maar ook bijvoorbeeld events. We hebben ook een keer met een, een spaghetti keten, een uh, Bavette, uh, samenwerkt, Een, een Belgische uh, spaghetti keten. Waarbij we op Halloween eigenlijk in al hun restaurants, een vijftiental restaurants, waarin dat de, de, de ober werd vermoord hè, tijdens het eten van de mensen. En dan moesten ze eigenlijk gaan ontdekken van wie heeft die mens vermoord. Ja. Dan het toilet gaan zoeken naar clues en dan konden we bepaalde liedjes horen die op de achtergrond aan het spelen waren waar je ook iets mee kon ontdekken en ja. zo zo events en en zo van die zaken uiteindelijk een eigen Netflix reeks komt er dan ook wel hopelijk aan ooit ja, een oh, eigen misschien. crimineel pretpark ja het kan ja. Bestaat er zoiets in, in Amerika of zo? Een, een echt een true crime ja, Marvel dus? Uh, je hebt daar heel veel merken die meestal gestart zijn van een podcast. Hoe kan een true crime podcast die ook wel merch aanbieden en, en mm -hmm. dergelijks. Um, maar echt een bedrijf die echt wel boeken, uh, dat specifieke genre nog niet echt. Um. Hoe kan dat? Want het is echt volgens mij een groot, ja, groot genre. Ja. Je hebt wel in Amerika is wel, uh, heb je ook Hunter Killer en dat is eigenlijk, uh, maar zij doen enkel de spellen. Hè? Dus zij mm, hebben eigenlijk yeah. een soortgelijk concept uh, als dat van ons. Um, maar dat is effectief wel uh, de wereldleider in, in het gebied ja. van die ja. specifieke spellen. Uh, zij waren ook in, in 2020 tot, uh, benoemd tot het zesde snelste groeiende bedrijf in de Verenigde Staten. Ook. Uh, wow. dus, ja, dus echt, uh, Hoeveel omzet doen die dan per jaar? Weet in, je rond de 50, 60, 70 uh, miljoen euro. Omzet. Ja, ja uh, dat is bizar. Hey, maar, maar dan weet jij dus ook wel dat de potentie voor de wereldmarkt ook voor jullie gewoon groot hmm. is. Ja, ja. Want ik weet, jullie hebben volgens mij ook de spellen in een heel hoop talen laten vertalen. Of in ieder geval de licentie gegeven. Ja, klopt. Hoe ziet zo'n deal eruit en hoe, hoe werkt dat? Waarvoor wordt het dan verkocht? Ja, uh, in 2020 uh, werden we gecontacteerd door uh, een, uh, iemand uit België ook. Uh, en die had interesse om, die, die had het spel gespeeld en die, die wou een meeting met ons. En ik, uh, in dat gesprek kwam dan naar boven van, kijk, ik ben een enorme fan uh, van het concept en ik heb in het verleden zelf al boeken en dergelijke uitgegeven. Uh, kan ik de licentie voor jullie spellen niet afnemen en dat ik die dan kan gaan vertalen en verkopen in andere, andere talen? Um, dat was, dat was een, een moeilijke vraag toen, hè, want, want uh, ik had toen ook een mentor en uh, die, die sprak mij aan die zei van ja, waarom zou je dat uh, die licentie verkopen en waarom doe je het niet gewoon zelf in Italië um, het probleem was in die tijd was ik en Wout het nog alleen, hè, waren we waren nog met twee Um, er komt heel veel bij kijken bij een bedrijf. Hè. Zeggen van oké, okay, we gaan nu alles een keer even vertalen in het Frans, Duits en dergelijke. Pools. Ja, Pools, uh, dus, dus ja, dat is, daar komt heel wat bij kijken. Um, mijn, mijn, mijn wens, mijn idee is ook om, om echt wel meer een Love Brand te gaan creëren. En ik ben van mening dat je, ja, dat, je heel, dat je dat heel voorzichtig moet aanpakken. En als je te snel wilt gaan schalen of te veel nieuwe markten gaat opendoen. Je moet altijd dezelfde kwaliteit van service ook kunnen aanbieden aan de mensen. Hè. Dus, dus dat betekent, onze spellen zijn heel taalgevoelig, zoals ik al verteld heb. Dat moet allemaal op en top zijn. Hè. Dus, dus uh, als je dan inderdaad zegt van we hebben nu drie verschillende talen, ja, dat betekent wel eigenlijk drie, vier verschillende bedrijven waar je naar moet rennen: dus, klantenservice, dus, ja, noem het maar websites, ja, shipping. Inderdaad. Dus, dus um, in die fasen hebben we dan wel beslist om: kijk, we hebben de mankracht er niet voor en, en onze focus ligt meer om het merk te gaan uitbouwen. Oké, okay, we gaan die licentie voor x aantal jaar uh, aan, aan Janne verkopen. Uh, en die doet dan nu ondertussen, ondertussen wel heel succesvol in, 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 inderdaad het, het, het Frans, Duits, Spaans, Pools, Turks en uh, Mandarijns, de Chinese markt ook uh, dit jaar. Mm. Want, um, als ik het goed heb gelezen heeft, die, heeft dat al meer dan 2 miljoen omzet gedaan, toch? Al ja, die... ja, veel meer ondertussen. Uh, ja, ja. Ja, ja, dus, dus zeker. Ik denk, uh, de Duitse markt is denk ik uh, de, de, de populairste mm -hmm. uh, dat, hij, dat hij nu uh, aanpakt. Uh, en wij krijgen inderdaad een commissie op basis van die, van die verkoop. de double digits zag ik al. Uh, ja, daar, daar naar <laughs> Nee, ik niet dat overuit, snap ik, wij, nee. Maar dat uh, is in ieder geval meer dan 10%. Dus, want dat is dubbel digits. Ja. Daar hoef je verder niet over uit te laten. Maar meer van ik bedoel, als dat al 2 miljoen plus gedaan heeft en zegt dat het 10% is, het laagst wat het kan zijn, is dat wel gewoon ook weer 2 ton schoon aan de haak. Wat voor het bedrijf binnenkomt, waar jij weer mee kunt gaan bouwen en doen. Ja, dat is een, een leuk. Een, uh, ja, dat is uiteraard wel wel leuk meegenomen. Hè. Ja. Dus, uh, ja. Het anderzijds ja, is het, is het, uh, kan het veel meer zijn als je het zelf allemaal doet. Hè. Dus dan zijn die is een marges veel hoger. Ja, tuurlijk. ja. Had ik die vraag nu in deze fase gekregen, had ik dat anders aangepakt. En had ik misschien wel. Maar wat, wat, wat krijgen ze dan precies van jullie? Want jullie werken dus niet mee, jullie willen daar niet zoveel energie aan besteden, nee, nee. maar gebruiken, jullie, gebruiken zij wel jullie concepten ofzo? Ja, hoe, hoe zij we? krijgen toegang tot onze, onze Game Drive, hè? dat is eigenlijk een Google Drive waar eigenlijk al onze spellen op, op gedocumenteerd staan. Hè? Dus uh, alle websites, alle inhoud, alle documenten staan daarop, alle foto's, alle marketing uh, advertenties staan daarop, uh, video's die we maken. En zij mogen eigenlijk alles gaan gebruiken en vertalen en dan ook zelf gaan produceren en vermarkten. Uh, wij komen daar niet intussen. Dus zij hebben toegang tot alle files. Zij krijgen toegang tot het IP, he, tot de Intellectual Property. Zij mogen dat vertalen en daarmee dan uh, exporteren in, in die talen als, uh, dat we afgesproken hebben. En dat is voor een x aantal jaar of zo, kunnen ze dat ja, doen. Ja. Jij zegt nu, je zou dat anders doen als ik. Dat is misschien wel een beetje een haaienmentaliteit. Maar ik zou, je zou ook kunnen denken, top. Hij is nu de Duitse markt alvast klaar aan het maken voor jullie. Jullie hoeven daar nog niet op te focussen. Jullie kunnen hier groeien. En dan straks als hun licentie afloopt, zeggen je... jongens, dankjewel voor het opwarmen van Duitsland. En dan kunnen jullie smooth uh, door Duitsland in. Hoeveel ja, dat is inderdaad de of is fase. Het is een hele haaiige gedachte. Ja, dat is, dus op zich is dat een heel leuk partnership met die partij ook. Ja. Dus wij beschouwen dat niet echt als, als een, een licentienemer of iets dergelijks. Dat is echt wel meer een partner geworden ondertussen. Ja. Ja. Um, wij willen dat zij het goed doen en, en we proberen hun te ondersteunen. En zij ondersteunen ons ook. Als zij bepaalde marketingacties doen, dat ze zien van dit werkt, uh, dan, dan sturen zij ons dat ook door. En we proberen elkaar vooral te versterken. En, en, um, ja. Mooi. Het, het, het Engels is wel iets bijvoorbeeld, het is een taal die we wel in eigen beheer uh, gehouden hebben, waar we nog, nog niet echt heel veel mee doen. We hebben twee van onze spellen volledig gedigitaliseerd, die wel al in het Engels te spelen zijn. Um, maar dat is wel uiteindelijk de volgende markt die wij wel zelf gaan, gaan betreden, dus de Engelstalige markt. Ja. Uh, en dus. dat is super groot. En daar kunnen we wel even, ja. even mee verder. Uh, Precies, ja. ja. oké, okay. maar dat is wel interessant. En in Duitsland... Uh, brengen ze dan ook uh, jullie materialen uit onder een andere naam? Ja, ja dat was... Dat is wel echt. Dus het heeft gewoon geen connection met jullie. taal heeft eigenlijk een apart merk gemaakt. Ja. Uh, dat was ook een voorwaarde van ons. Omdat inderdaad, merk is, is eigenlijk voor ons het allerbelangrijkste. En we willen toch wel een bepaalde controle daarover houden. Uh, ja. Dus wij willen echt wel zien dat de, alle kwaliteit zijn de, het spel de uitwerking van het spel de customer support dat dat toch wel onze standaard heeft mm -hmm. en uh, daarom dat we dan nooit gaan gaan, gaan uitbesteden of gaan, gaan uh, uitlenen ja, en zo'n licentie is dat 12 maanden vindt is maanden? een aantal jaren dat we afgesproken jaar, hebben ja ja ja, 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 ja. oké okay. en wat had diegene zelf ook al een achtergrond in wat, wat jullie nu doen of hoe zijn zij erbij gekomen? Hij heeft een aantal, uh, ja, hij had ervaring als uitgever. Dus hij had een aantal boeken ook al uh, uitgebracht voor een aantal bekende Vlamingen. Uh, dus hij had wel ervaring uh, in, in, in het uitgeven van, van boeken. Maar het spel is uiteindelijk een, uh, een extensie daarvan ook. Dus uh, hij had wel al de relevante ervaring. Hij is ook heel sterk in, uh, ja, ik noem dat dan de Operation Excellence. Um, qua, qua logistiek en qua, qua al die zaken is hij enorm sterk. Hij heeft echt in Mexico een faciliteit, in, in, in Tsjechië een faciliteit waar ze productie doen. Uh, hij heeft mensen in customer support in Venezuela. In, allee, zegt wel, ja, hij pakt dat heel goed aan. Uh, wat minder mijn sterkte is. Wat hij doet, zou ik minder goed kunnen. Uh, mm -hmm. Dus, dus uh, op dat gebied, ja, hij weet wel van aanpakken. Cool. Okay, toch, hoor. Tof. Hoe ziet de target voor jullie zelf er dan uit? Nederland en, en België. Wat is eigenlijk een grotere markt voor jullie, Nederland of België? Nederland. Ik denk ja. uh, 65 tot 70 procent van onze klanten zijn al Nederlands. Uh, ook wel een beetje logisch, omdat inderdaad, jullie hebben 17 miljoen uh, inwoners die Nederlands praten. en wij hebben 7 miljoen Vlamingen die Nederlands praten. Dus op zich ja. is het sowieso wel logischer dat jullie de overhand krijgen. Uh, we hebben ook altijd al onze advertenties gericht op beide. Uh, dus ja. we hebben niet echt dat onderscheid gemaakt. Um, nu in deze fase zijn we wel een klein beetje aan het testen van, zeker als we samenwerken met influencers bijvoorbeeld, we um, hebben bijvoorbeeld iemand uit West-Vlaanderen, dus echt wel een, een regio in, in België die... Een heel specifiek dialect heeft, uh, ja, die video van die persoon, van die influencer, kunnen we niet gebruiken voor, uh, voor Nederland. We hebben dat even geprobeerd. Ik kreeg geen flauwe comments. Daar kwamen we inderdaad er <laughs> waar, <laughs> waar comment, waar comments op. Super dus, uh, Nederlanders die zich beter ja. voelen. Ja, dat zou ik niet durven ja. ja. zeggen, maar inderdaad, er dat kwam wel wat, wat, wat commentaar even. op. Uh, dus we proberen misschien nu wel, zeker met influencers, proberen we wel te kijken: van oké, okay, dat is een, een Vlaamse influencer die je krijgt enkel Vla Vlaanderen, Vlaanderen te zien. Nederlanders, enkel de Nederlandse influencers. Ja, ja, ja. Ja. En wat is nu het plan uh, voor doorontwikkeling? Want. Engeland is de, of Engels is dus Engels, een ja. optie. Uh, Nederlands doen jullie al best goed. Ja. Heb je nog eerst grote targets voor Nederlands voordat je Engels wil gaan doen? Of wat zijn de komende jaren het plan? Het plan voor dit jaar is vooral um, ja, die Omnichannel. Hè, dus inderdaad, meer ook fysieke verkooppunten te gaan uh, installeren. Um, dat we ook meer in het straatbeeld te zien zijn. Dus niet alleen digitaal, maar <laughs> mensen ook ons in de winkels en dergelijke kunnen gaan ontdekken. Um, dat is, daar ligt de focus op, op dit jaar. Uh, en anderzijds, wat we ook gezien hebben, dat werkt is... Um, we hebben spellen die we van A tot Z zelf creëren. Um, wat dat ook goed werkt, wat we nu al twee jaar aan het doen zijn, is eigenlijk samenwerken met bekende tv-reeksen. Uh, zoals Undercover, die doe ik op Nederlands. Uh, Daarachter staat die ook, toch? Ja, de ja, doos uh, met Undercover. Ja, was, Ja. Uh, yeah. um, dat werkt supergoed, omdat mensen kennen de serie en um, dat zorgt ervoor dat ze vlugger geneigd zijn. Als ze daarvan een advertentie of ze zien dat in de winkels liggen, gaan ze vlugger dat uh, vastpakken en aankopen. Ja, Klopt. En op die manier komen ze eigenlijk al een eerste keer in contact met ons. En dan zien ze van, ah, als ze het leuk vonden van, ah, die hebben nog andere spellen, eh, die ze dan volledig zelf hebben gemaakt. En dan komen ze eigenlijk in de flow van ons terecht. En dan gaan ze ook eigenlijk onze original spellen eigenlijk ook gaan, uh, gaan aankopen. Slim. Dus, uh, hebben ze slim. nu dan via digitaal dan een beetje de... Ja, max gehaald dan voor jullie? Of zeggen jullie gewoon van nou, om daar nog meer uit te halen, moeten we veel meer geld gaan betalen? Ja, ik denk dat we die kritieke massa nu wel bereikt hebben. Ik denk, we hebben nu 100.000 klanten in, in Vlaanderen en, en uh, Nederland. Ik denk de effectieve, de kritieke massa hebben we nu wel bereikt. Ik denk, uh, daarmee dat we ook meer aan het kijken zijn om onze advertentiebudgetten uh, wel te gaan verkleinen en meer te gaan inspelen op onze huidige klanten hè We zitten met 100.000 klanten nu is het zaak eigenlijk om die vooral te, opnieuw te gaan activeren, nieuwe producten voor te schotelen en eigenlijk die te gaan bedienen met nieuwe spellen. Ja. En dan anderzijds inderdaad die Engelse markt uh, uiteindelijk te gaan betreden uh, met dan de populairste spellen die we al hebben in het Nederlands die te gaan vertalen. Ja, en en dan... Mafia zou ook echt een top samenwerking zijn ja. voor een hele nieuwe doelgroep denk ik. Ja, ja want net, ik denk man, weer net een top. andere doelgroep dan undercover. Ja, ja, ja dat lijkt mij ook. Dat lijkt ja. me ook. Denk wat meer randstad. Ja. Dat, uh, ja, dat zou ook nog wel interessant zijn. Ik heb de serie ook gezien. Uh, ja. Ja, ja. Ja, en uh, ja. wat ik ook bijvoorbeeld denk, want dat is al voor jullie ook wel... Ik heb geen idee of jullie daar effect van merken. Maar bijvoorbeeld films als Knives Out. Ik weet niet of je die film gezien hebt. Nee. Knives Out zijn eigenlijk films gebaseerd op Cluedo. Ah, ja. die, uh, daar is nu de nieuwste versie, Glass Onion, is uitgekomen op Netflix helemaal. Maar dat zijn eigenlijk murder mystery films. Ja. Dus een beetje dat Cluedo-idee, er zitten heel veel mensen op een eiland, iemand gaat dood Ajak, ja, ja. en langzaam komt er een, een, de, ja. de, de oud-acteur van Daniel Craig, van James Bond, die ja. is dan de, de inspecteur en die gaat dat ontdekken. Maar oh, die heb gezien. dat leeft ja. wel heel erg dat mee dat mensen met moordmysterie, dat ze daardoor ge geïnteresseerd zijn. Dus als, als dat allemaal meer een ja, beetje drive krijgt... Ja. Kan ik me voorstellen dat het ook een effect positief heeft op dit soort uh, spellen? We zien dat ook ja. met inderdaad de documentaire van uh, Jeffrey Dahmer die uh, op Netflix uh, verschenen is. Ja. Uh, wij schrijven ook heel veel blogs over misdaad en, en true crime. Uh, op, onze, uh, op onze kanalen. En uh, toen dat die serie. wat eigenlijk over Jeffrey Dahmer uh, denk een jaar voor de Netflix-reeks hadden we al een artikel geschreven. En uh, toen de, de serie dan live ging. Ineens, in onze analytics werden, ja, zagen we ineens een enorme piek in, in websitebezoekers. En wat bleek? Ja, mensen begonnen te googlen ook naar Jeffrey Dahmer. Ja. En onze blog kwam eigenlijk als eerste naar boven. Top. En dat zorgde inderdaad wel voor heel veel websitebezoekers en ook heel veel meer conversie en ja. meer, veel meer nieuwe klanten. Dus jullie hebben wel echt een hele interessante de een ze dood is de ander zijn brood Ja, want, Ja, inderdaad. Oh, we zijn we zijn heel uh, want als we daar nou even op ingaan. Hè, je hebt een artikel, SEO, mensen zoeken het, ze vinden jullie artikel geweldig. Maar wat ik wel tegenkom is mensen die beginnen met artikelen schrijven zeggen van ja, moet ik gaan betalen voor artikelen. Dat kost alleen maar geld. In het begin hou je niet echt iets uit. Hoe is dat proces bij jullie gegaan? Ja, uh, in het begin hebben we daar niet op ingezet. Uh, dus uh, met mijn vorig bedrijf, het cateringbedrijf, dat was een lokaler bedrijf. Uh, we leverden in drie provincies. Uh, ik had gezegd, de eerste twee jaar was, was echt heel slecht. Het paar bestellingen per weekend. Toen heb ik mij toen verdiept in SEO, dus zoek op, zoekmachine optimalisatie. En dan heb ik eigenlijk elke avond, elke, elke nacht, heb ik unieke artikels beginnen schrijven over bijvoorbeeld ontbijt aan huis Gent, ontbijt aan huis... Uh, Sleidingen, ontbijt aan huis, per echt unieke artikels geschreven voor de 200 gebieden waar dat we uiteindelijk uh, leverden. Uh, dat was echt een enorm zot werk. En dan na, na drie, vier maanden gingen wij ook wel maal twee, maal drie qua, qua bestellingen. Hè. Dat is uiteindelijk nooit gestopt. Dat was eigenlijk enorm uh, waardevol. Dus ik wist wel de kracht van, van, van zoekmachine-optimalisatie. Dus ik was mij daar wel van bewust. Uh, dat, is een, dat, dat vind ik wel iets dat, dat, dat moet zeker onderdeel zijn van, van een bedrijf, sowieso in welke sector dat je zit. Content is altijd interessant. Mm -hmm. um, om, om, om te starten hebben we dat niet gedaan, hebben we echt wel gefocust op die acquisitie en dan was Facebook hè, advertenties echt wel een, een goed middel daarvoor. Um, en dan anderzijds, nadat we inderdaad gelanceerd zijn, een paar maanden na de lancering, ben ik effectief wel beginnen met het schrijven van blogartikelen over... ...onze spellen over echte misdaad... ...over hoe je een crimibox het best kan spelen... ...op een avond... Uh, ...daar echt wel geïnvesteerd. Uh, nu natuurlijk, uh, dan hebben we daar inderdaad... ...een aantal freelancers voor gehad... ...die dan uh, nu wel uh, blogberichten daarover schrijven... Um, het is nu wel zo, ja, met de nieuwe ontwikkelingen, ja, ChatGPT, uiteraard, uh, is wel een interessante tool om bepaalde content ook te gaan, uh, te gaan maken. Uh, daar zijn ja. we nu ook wel een beetje mee aan het experimenteren. Laat uh, Google het niet horen. Ja, Google ja. haat ChatGPT. Er het ondertussen al ja. tools die ervoor zorgen dat, dat, uh, dat Google niet kan weten dat het is geschreven wordt ja. door ChatGPT. Dus er ja. zijn al wat omwegen uh, die ja. we kunnen gebruiken. Dus. Mooi, dus daar ben je al wel mee bezig. Uh, ja. Dit is ja, wel een zeker. belangrijk punt om ook even aan te stippen, ook voor de mensen thuis, want dit is iets waar ik zelf mee gestruggeld heb en heel. Veel ondernemers, zeker in de e-commerce space, mee struggelen van je hebt bijvoorbeeld je begint met een merk en je gaat verkopen en eigenlijk zie je altijd dat dan 100% van alle aankopen of, of 99% uit één marketingkanaal komen. Bijvoorbeeld ja. Facebook, Pinterest, TikTok, whatever. En in het begin is dat heel leuk. Dan denk je, oh we zijn omzet aan het draaien en dan op een gegeven moment denk je, fuck, als Facebook er nu een keer uit ligt of Facebook ja. ligt er een keer ja, uit, dan ja, ja, denk ja. je, we zijn volledig afhankelijk van dit één onderdeel. En ik heb daar zelf ook wel mee gestruggeld van oké, okay, dan wil ik nu op enig moment gaan focussen op een extra ding. Alleen in het begin denk je dan van ja, maar als ik dan weer minder ga focussen op Facebook, gaat die straks ook dalen. Ja. Maar dat nieuwe werkt misschien nog niet, dus dan gaat straks al mijn omzet weg. Ja. Dat is iets waar ik veel mee gestruggeld heb. Maar ik vind het wel. Goed ook om een realistisch beeld te schetsen dat jij eigenlijk ook zegt: van ja, Facebook was 100% toen donderde het eigenlijk gewoon in elkaar. Ja. Toen moesten we wel iets nieuws verzinnen, en dat het niet zo'n standaard stap is. Weet je van nou eentje staat goed en dan komt er een tweede en een derde. Het zou mooi zijn als het zo gegaan was, Zo maar... zou je het moeten doen, maar in de realiteit en hm. de praktijk, uh, ja, is dat meestal niet. Gaat ja, je bent zo, met zoveel, zoveel, zoveel zaken bezig en je denkt ja, je ziet ook van dit werkt en oké okay, en dat blijft, en, en dan ineens valt dat weg. En dan zit ja, je ja, zit in de shit natuurlijk. En ja. dan uh, is het inderdaad in een ideaal scenario dat je een ander kanaal klaar hebt staan of waar je wat meer kan in gaan uh, investeren. Um, het grote voordeel, ik denk, de, de grote, het grote voordeel van ons is dat we ondertussen wel ja, onze e-mail-databank, dus we hebben echt wel redelijk wat e-mailadressen van, van klanten. Mm -hmm. um, had, ik, had ik Creamybox moeten opstarten, op de dag van vandaag, ik weet niet of het echt wel zo snel zou kunnen groeien, eerlijk gezegd. Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn om dat nu nog uh, zo groot te kunnen krijgen. Ik denk, we hebben echt, dat vind ik ook belangrijk, hè, als je... Um, als je ziet wat, dat iets werkt, ja, probeer daar echt wel je alles in te steken. Ook, hè. Dus, het heeft ook zijn nadelen, zoals we gemerkt hebben. Maar als je ziet dat een kanaal werkt, probeer daar al je fondsen en, en, en maak daar gebruik van. Hè. Bij ons was dat enerzijds SEO, hè, met mijn cateringbedrijf. Dan was het uh, Facebook-advertising, uh, dat we dan echt alles op, op hebben ingezet. En dan nu, inderdaad, podcast-advertising. gaat nu ook wel een heel groot deel van ons budget uh, naartoe. Ja. Probeer heel veel verschillende kanalen uit. Heel veel verschillende manieren om nieuwe klanten te lokken. Als je ziet dat iets werkt, dat iets tractie geeft. Ja, steek daar wel heel veel. Uh, steek daar redelijk wat budget ook in. Uh, ja. Maak daar gebruik van. Want soms is een momentum echt wel tijdelijk. We zagen het ook met TikTok bijvoorbeeld. TikTok Organisch. Uh, ja, tot vorig jaar was dat het kanaal. Kon je echt zot viraal gaan, kon je echt heel veel websitebezoekers krijgen door een video die viraal ging. Nu zijn we een jaar verder, is het al moeilijker. Hè. Het is nog altijd redelijk, ja, nog een goed kanaal, maar het is, het is al veel moeilijker geworden. Dus hmm. proberen we het momentum ook wel te voelen van: oké, okay, dit kanaal is aan het boomen en is het nog goedkoop om te betreden en, en ga ervoor. En, ja. Uh, ja. Zouden jullie ook. Uh, bijvoorbeeld YouTubers, zeg maar, doen jullie dat ook dan? Want, want podcasts heb je dan enerzijds, doen jullie dan ook bijvoorbeeld... Want je hebt volgens mij ook best wel wat... Ik weet uh, die van Moordcast, die Jonne Dionne, ja. Slachters, ja. volgens mij. Ja. Dat zij ook moord en make-up heeft of, zo, of ja. zoiets op YouTube. Bijzondere titel, maar dat soort dingen zouden denk ik voor jullie ook hartstikke interessant zijn. Doen jullie daar ook dingen mee? Ja, we hebben met Jonne ook al een paar keer samengewerkt. Oké, okay. ja, cool. Ja. cool. Uh, we hebben nou inderdaad met een aantal YouTubers ja. uh, samengewerkt... Um, YouTubers werkt um, redelijk en de vraag is natuurlijk, wat, wat, dan moet je eerst bepalen wat, wat is een goed resultaat of wat willen we bereiken eigenlijk met ja. zo'n samenwerking. Hè? Dus, dat is meestal tweeledig, hè. dat is enerzijds conversie, hè. je wil eigenlijk dat een, een campagne met een YouTuber dat, dat ook geld oplevert, omzet oplevert. Dan anderzijds is, is brand awareness, dat mensen al een keer horen van, ah, Krimibox. Mm -hmm. Hé, dat, dat is inderdaad, als het dan december wordt en ze zien een advertentie van ons, ah, dat was... Dat was dat waar Jonnen het over had. Ik ga het toch eens beter bekijken. Ja, He, het is ja, die naam ja, ja. dat dan al wat bekender wordt. Um, YouTube is, is een beetje tweeledig zien wij inderdaad, zowel revenue levert dat wat op, omzet levert dat wat op. Uh, brand Awareness wel, dat is ook wel iets dat, uh, dat werkt. Um, we werken ook samen met Instagram influencers bijvoorbeeld. Ja, we hebben daar we hebben nu, ik heb het nog eens nagekeken, ik denk 112 uh, samenwerkingen achter de rug met heel veel bekende Nederlanders en Vlamingen. Um, we hebben daar, ik denk, twee dat winstgevend waren. Dus twee campagnes die effectief nee, meer hebben opgeleverd dan dat ze gekost hebben. Uh, ja. Ja. Okay. Wat ik daaruit geleerd heb, zeker als je, als je wilt samenwerken met influencers, um, je betaalt het de meeste waarde zit in de content die zij maken. Als je een samenwerking aangaat, vraag dan aan de influencer van... Oké okay, goed, verspreid het via je eigen kanaal, via je eigen Instagram, maar wij mogen dan ook de foto's of de video gebruiken voor uh, onze doeleinden. Ja. Daar ga je iets ja. meer voor betalen wil. Maar dan kan je wel die foto of die uh, video kunnen gebruiken in je eigen uh, advertenties. Hè. Dus, en dat is enorm waardevol. Daar hebben we echt wel veel waarde uit gekregen. We hebben nu echt wel op onze drive een hele bibliotheek met, met content van, van bekende Nederlanders als Vlamingen dat we nu nog dagelijks gebruiken in onze, in onze social advertising of op onze website. Uh, dat we nog altijd kunnen gebruiken. Dus in de advertising blijkt het wel beter? Ja, 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 dat we, ja zeker en vast. Ja, ja, ja. 100 procent. Ja. Uh, nee, ik vind dat wel leuk. Ja, ik vind ja, het gewoon zeker. grappig dat als mensen het op hun eigen kanaal posten, dat het soms ja. helemaal niet werkt. Weet je wie dat ook doet? S doet? Bij wie dat ook heel erg het geval is, waar je ik heel veel betaalt voor social post. Oh, oh. ik dacht wat heel veel oplevert. Los van podcast. Ja, <laughs> <laughs> ja dat Goh, ook. dit nee, zeg maar nee, als ads. Nee, nee, gewoon nee, helemaal verhalen. Nee, um, uh, bijvoorbeeld een Kim Kardashian of een Conor McGregor, die vragen ook okay. heel veel geld. Voor het promoten van dingen op Instagram. Maar ook inderdaad, omdat je dan vaak dat ziet dat als een merk. daarna dat in een advertentie kan gebruiken. Uh. Ja, dat dat heel veel social proof geeft. Ja, ja zeker. Echt als een malle. Ja, Want ja, inderdaad, ja. ook als de, de influencer. Het plaat op, op, op zijn of haar kanaal. ja, dat heeft ook een beperkte lifespan. Hè. De plaats dan, dan na drie, vier uur. is eigenlijk al het beste. ja, eraf. pleiten. Een, een advertentie kan je, kan je makkelijk. Brein, enkele weken, enkele maanden gebruiken. Wat wij ook soms doen. is, is inderdaad intensief. een maand een advertentie laten runnen. Je stopzetten en dan inderdaad drie, vier, vijf maanden later opnieuw gaan activeren. en Ja, dan truing, uh, ja en op de, ook, ja, op, op de dat, website ook toch? In ieder geval dat merk zie ik ook wel vaak langskomen: dat ze dan een product, eerst een paar productfoto's en dan een aantal influencers die met ja. iets in hun hand staan. Ja. Ja. En die paar campagnes die lucratief waren, waarvan je zei, hé, hey, daar hebben we wel winst uitgehaald, ja. waren dat ook uh, bijvoorbeeld. Zijn dat ook uiteindelijk ads geworden die ook lucratiever waren als ads, zijnde of was dat niet spe zo specifiek? Advertenties zijn altijd uh, lucratiever, uh, ja. sowieso. Ja, nu van maakt? de campagnes, de twee ja, campagnes ja, ja, die ja sowieso jaar, nee, die ook in advertenties laten runnen. En die ja. zijn nog altijd, die, omdat je die ook langer kan gebruiken uiteindelijk. Hè. Dus ja, die, die zijn dan, ook dan nog beter. Ja, ja. ja sowieso beter. Ook. Maar vergeleken met andere ads waren ze ook beter, die twee. Dan de gewone advertenties. Ja, um, ja. Goh, dat hangt er vanaf welke, welke campagnes. Um, daar zien we gelijkaardige resultaten wel. Het is niet zo okay. dat, um, dat dat echt heel veel meer is. Het speelt altijd wel mee als je, als je een, een influencer gebruikt als advertentie, dan, dan heb je altijd een klein beetje meer die proof of, of die credibiliteit. Um, maar onze gewone advertenties, zeker nu, ja, we hebben we die echt wel gefindet, wij weten perfect welke images, welke dingen, zaken werken. Nu is daar een beetje verschil op influencers. doen nog altijd iets beter in advertenties, maar. Dat valt eigenlijk wel te veel. Jullie zouden wel echt veel leuke dingen kunnen doen ook, qua marketing of zo. Bijvoorbeeld, waar ik nu aan zit te denken, als je gewoon heel veel naamsbekendheid wil, dat je gewoon echt een bizar moeilijk murder mystery maakt, waar iedereen deel aan kan nemen, gewoon gratis, die je zeg maar, bij wijze van spreken online maakt. Uh, nee, maar de, de prijs is een ton. Maar hij is inderdaad fucking moeilijk op te lossen. Maar dat je dat gewoon in heel veel bladen, hè, weet je wel, van ja, los ja, ja, ja. dit op en jij krijgt een ton. Dat er heel veel naamsbekendheid rondom hier op staat. Dat er gewoon duizenden mensen dat gaan proberen, weet je wel. dan één iemand wint een ton. Daar krijg je denk ik heel veel exposure van. Gewoon een tof idee. En dat ze inderdaad dan fysiek ook naar een locatie moeten gaan. Exact, ja. En iedereen ja, ja. kan gewoon meedoen. Dus, en dan gaan namelijk heel veel mensen, zonder dat ze er geld in stoppen, wel heel veel tijd besteden aan jullie ja. bedrijf. En als je dan een grote prijs erachter hangt, dan gaan dat ja, nee, dan nee, dan gewoon de krant en zo. Ja, nee, goed idee. Dat is wel echt tof. Een soort van wie is de mol alleen, ja, 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 ja. Want dat is wel met jullie ding dat omdat het een mysterie is of zo, een zoektocht, ja. kan je marketingtechnisch ook gewoon heel ja, veel kant begrepen. op. En je hebt ook ja. al de documentaires, de films waar je op kan inhaken, je kan ja. zoveel kant op. Ja, 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 dat ja. is echt bizar. Jullie zouden ook als een jullie zouden eigenlijk wat Dionne doet. Ook vanuit Creamybox gewoon als een YouTube-kanaal kunnen doen. Wat helemaal niet als doel heeft om te verkopen. Maar gewoon alleen om een eigen kanaal te ontwikkelen. We gaan het zo doen. We gaan een podcast beginnen. Ja, 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 ja. Nee, nee, maar ik bedoel ook gewoon natuurlijk in dat podcast. Maar ook... Die losse YouTube-video's, series en zo. Van alles zou kunnen. Ja, dat is, gewoon ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk bedoeling, dat het eerder uh, gewoon keuze maken is. Ja, dat is het moeilijke altijd. Je hebt meer, ja. zeg maar, je hebt meer keuzes dan die is, je kan maken. Het is, het is wel zo, we hebben nu in, in, in september hebben we dan, uh, zijn er dus investeerders bijgekomen. Dus we hebben uh, onze eerste kapitaalronde uh, opgehaald. Ja. Uh, daarvoor was ik eigenlijk alleen eigenaar, 100% van de aandelen. Dus nu is cool. 25% uh, aan investeerders. Uh, en dat was heel... Buiten het geld is dat altijd interessant, maar het was ook gewoon de kennis en de, de achtergrond dat zij hebben, is echt wel een meerwaarde gebleken voor ons. Zij, zij, zeg, zij zorgen er wel voor dat ik mijn focus hou. Hè. Dus, dus uh, elke, elke raad van bestuur, dus per kwartaal is er een raad van bestuur. En dan wordt er echt wel besloten van oké, okay, waar gaan we de focus op leggen. En, en, en ik word, allee, dus het is wel heel nuttig gebleken voor mezelf. Mm -hmm. Daar wordt echt wel besproken oké, okay, waar gaan we ons op focussen. En, dat, dat is het dan. Is het, uh, zie je ze één keer per maand of ook tussendoor per kwartaal, of één, per één, één keer per kwartaal? Ja. Spreek je ze ook? Ja, ja fysiek uh, bij ons op kantoor. Uh, ja? ja. Oké, okay, is dat voor, voor mij hè? voor 25% van je bedrijven, ze investeren natuurlijk ook. Ja. Vind ik nog dat één keer hun in het kwartaal spreken nog wel meevalt, toch? Ja, ja, en het is enorm waardevol. Ik had daar in, in het begin een beetje. Ja, je, bent altijd, je mag alles zelf beslissen in het begin. En nu inderdaad ja. is er een partij bij, die inderdaad ook deels eigenaar is van, van het kind, hè, de, van het bedrijf, ja, dat is eigenlijk van het, kind, het kindje is ja. dus eigenlijk. Hè. Uh, dus ik had daar een beetje. Uh, ja, uh, maar uiteindelijk is dat enorm waardevol. Ik, ik heb daar enorm veel uit gehaald. Uh, mm -hmm. zij, hebben echt wel, ja, zij hebben echt wel heel veel ervaring en, en zij weten ook wel: oké, okay, nu moet de focus even op die winstgevendheid liggen. En, en welke zaken werken en focus u daarop. En, en ik heb dat soms ook wel nodig, om inderdaad, er zijn heel veel ideeën. En ja, als je mij laat doen, dan, dan doe ik honderd en een <laughs> verschillende dingen. En, en uh, ja, ja dat, is, dat is niet altijd zo productief. Uh, dus. Uh, ben je actief op zoek gegaan naar investeerders of kwamen die aankloppen? Nee, nee we zijn uh, actief uh, op zoek gegaan uh, omdat we inderdaad wel, wel extra cash konden gebruiken. Uh, en anderzijds om ook, ja, gelijk ik zei, ja, toch wel die ervaringen en, en mensen die, die toch al wat meer hebben meegemaakt op het gebied van, van ondernemen, om ja, toch wel wat meer advies ook te kunnen krijgen. Ja. Hmm. Dus, uh, ja, dat was wel een goede stap. Ja, ja. Ja. En 25%, uh, waarschijnlijk mag ik niet zeggen hoeveel dat is, maar is het was voor 15% was voor het bedrag wat jullie daarvoor hebben gekregen was het zeg maar echt aanzienlijk waar jullie veel verder mee kunnen groeien of zeggen van tot een kwart miljoen dat uh, je ja, okay, okay, yeah. investeert uh, ja. oké okay, ja. nou, dat wel is wel toch nice. mooi dan ben je toch op papier in principe op dat moment wordt je gewaardeerd als een miljoenenbedrijf zeg maar dat, ja ja uiteindelijk wel uh, ja dat klopt ja ja, ja ja dat is ook wel een accomplishment denk ik ja ja zeker zeker het is, het is uh, ja, het is, het is uiteindelijk, um, ja, mensen je uh, dan proficiat en zo, maar uiteindelijk ja, ja. je geeft uiteindelijk wel iets, iets, iets uit handen. Um, mm -hmm. Het mag nooit een doel op zich zijn, hè, geld ophalen. Het uh, nee. is, is, uh, is, is, ja, is enorm waardevol gebleken nu wel. Hè. Dus het is, ja. uh, is echt wel een, een, uh, een goede beslissing geweest, hè, omdat je niet alleen het geld binnenhaalt, maar je haalt ook wel de kennis en de ervaring binnen uh, van die mensen. Dus, ja. Ja. Je bent nog best wel nuchter eronder. Ja. Jullie... ja. 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 Gewoon van: kijk, het gaat lekker. Je bent nu echt een, je mag eigenlijk zeggen een miljoenenbedrijf. Dat gaat gewoon goed. Dat wordt alleen maar groter. De potentie is daar zeker helemaal als je kijkt naar de Amerika Amerikaanse markt. Uh, ik, zie de jou, ik zie jou nog niet echt van opkijken van hé, hey, we zijn ook maar een klein beetje in de buurt. Wat gevoel krijg ik een beetje van jou? Ja, we, we doen. Ja, we eigenlijk... Ik ben, ben heel blij waar we staan. Ik had dat ja. ook nooit kunnen dromen, uiteraard. Waar we nu, uh, allez, waar we nu zitten, had ik ook niet, niet kunnen dromen. Ook het kantoor waar we zitten. En daarom, allez, leuk om, 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 uh, om, om daar binnen te komen en, en de mensen die, die voor Creamybox nu, nu werken. Uh, ja, dat is allemaal fantastisch, hè? maar het is een het is, uh, journey. Ja, het, is, het is een reis. We zijn ze aan het... Ja. Het is, het is uh, voor mij is het zeker nog geen eindpunt. Hè? We zijn nog aan het groeien en aan het leren. En, en, uh, hm? En als je kijkt naar de Engelse markt. Dat heeft het heel veel potentie. Ja. Zijn er al concurrenten? Heb je daar een beetje onderzoek naar gedaan? Wat, wat is daar allemaal al? Zeker, ja. ja. Um, ik zeg de Amerikaanse markt, dus waar we ons eerst op willen gaan focussen, is, is de UK vooral. Um, omdat daar qua concurrentie zijn er twee spelers. Um, een van die spelers is ook op. Um, Dragon's Den. Ja, ja, ja Dragon's Den uh, gekomen. Uh, wat ik toen wel geleerd heb is dat uh, onze cijfers wel nog altijd, ja, we doen drie keer zoveel omzet als hun. Hè, dus uh, ook okay. weten dat zij in de UK zitten. En, en, uh, yeah. Yeah. Want UK is groot toch? Hoeveel ja, mensen ja, wonen ja. daar? 30 ja, okay, miljoen? Ik ken de cijfers niet van buiten, maar het is nee, toch maar dat, wel... Doe je met Schotland, Ierland, alles op en ja, ja, heel gewoon ja. de United Kingdom? Uh, maar, dan, ja. Dat weet ik niet echt. Ik, heb gewoon, uh, ik, weet, ik weet ook niet, zeg ik maar maar van, van, van Engeland zelf zou ik het ook niet weten denk er is, ja, kan je, kan je maken. 30 miljoen? Denk 40. 14? Zeg je? 67 miljoen in 67. 2021. Ja. Dus dat is en, nu uh, al een goede klap meer. Ik Denk rond 70 miljoen. Ja. Dat is UK echt. Ja. ja, okay, ja, ja. En Engeland? Ja. <laughs> Ik ben <laughs> gewoon benieuwd. <En> <laughs> uh, uh, van dus ook, uh, even verschil. Even 67 miljoen. Oké. Okay. Ja, is dus inderdaad, wel. er is wel wat... Uh, maar daar is ook sensieel. weer een taalbarrière, want Schotten, die praten heel anders. Ik ben, uh, wat was het, niet vorige week, maar de week ervoor naar, naar Schotland gegaan. 56 miljoen in 2018. 56 miljoen. Maar dat was 2018, dus dat zal inmiddels ook je wel... Je hebt 67 uh, en 56, want dat betekent dat je 11 miljoen hebt in Schotland. En ja. Ja, ja okay. maar dat één is 2021, dus 60 miljoen of zo in, uh, in, in okay. Nederland. Ja, ja, ja. En maar ga je dan ook zeg maar, die taalbarrière overheen, zoals voor Schotland? Nee, ja, dus dat is een moeilijke. Hè? Dus, dus enerzijds is er het taalaspect. Um, we gaan vooral het, het uh, Britisch-Engels uh, gaan toepassen. Um Enerzijds het taalaspect, maar anderzijds is er ook het politieaspect. Dus uh, hoe bepaalde onderzoeksdaden gebeuren hier in, in, in Vlaanderen en zelfs in Nederland, is anders dan het in, 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 uh, in Engeland gebeurt, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Stel dat je naar Amerika zou gaan, ja, daar is dat volledig anders. Je met staten, state officers en sheriff zelf in bepaalde ja. local. Uh, dus dat is een volledig ander systeem. En terwijl onze zaken zijn, die levensechtheid, zoals ik zei, is super belangrijk. Ja, dan moet dat wel allemaal aangepast worden en zien dat dat klopt ook met de werkelijkheid. Dus, het is niet zo simpel om het gewoon te vertalen en het goed te vertalen in, in British bijvoorbeeld. Maar de elementen moeten ook allemaal kloppen. Dus uh, daar gaan wel. Wat, hey, pas op, de eerste twee zijn al vertaald, hey, digitaal dan. Uh, maar dat is toch niet te onderschatten wat voor werk dat daar ook uh, in kruipt. Uh, ja. Ja, ja, ja. Want zijn het altijd echte moordzaken? Uh, dus het zijn fictieve moordzaken. Het zijn nooit echte moordzaken echt die we gaan. Uh, nee, nee, nee. Dat zou vet zijn. <laughs> ja, nee, nee, daar gaan we ons niet aan wagen. Maar uh, <laughs> gewoon in het verleden zijn gebeurd en dan uiteindelijk komen we zeggen. Ja, nee. Goed, echt nee, nee, dat niet. Uh, soms, we gaan ook wel de switch maken, denk ik. Uh, dat we ook uh, vermi uh, vermissingen gaan, gaan behandelen. En dat er ook iemand vermist is, bijvoorbeeld. Uh, ja. Fictief, uiteraard. Hè. Maar fictief. dat het niet alleen over moordzaken gaat, maar meer over misdaad in, ja. het, uh, in het algemeen. Een bankoverval of iets dergelijks. Uh, ja. Ik ja. okay. heb een je hebt vraag. vraag. Hij, is, hij is me helemaal, uh, hij heeft me helemaal ontschoten. Ik ben best wel benieuwd: is dit ook een uh, ethische kwestie? Dat je eigenlijk uh, moord of misdaden een soort van populair gaat maken. Ja, ik weet dat er ook gewoon series over zijn en zo natuurlijk. Dat maar... is nou weer voor een woke vraag. Ja, nee maar, twee vragen. Twee vragen. Dat dus het is een, een vraag die ik, die ik regelmatig krijg. Uh, wij verheerlijken zeker uh, misdaad niet. Hè. Ik denk uh, het is, uh, als, je, als je gaat kijken wat, wat die slachtoffers en de familie meemaakt, dat is niet om mee te uh, lachen. En, en is het totaal niet... Ja, is, is, is zeker niet... Uh, de mensen die wij willen schofferen. Dus, ja. dus we maken echt wel duidelijk dat het zijn fictieve moordzaken Het gaat over het element, vooral bij ons, van je lost een zaak op. Hè. Je yeah. wilt het, de detective zijn, je wilt iets oplossen. Daarover gaat het. Hè. We gaan nooit echt inzoomen in het lijden en, en, en dergelijke. Ja. Meer, we willen mensen het gevoel geven, het leuke gevoel van iets te kunnen oplossen. Hè. Ja. Um, daar ligt onze focus en, en mensen uh, dat gevoel wel gaan. Laat het gaan anders geven. Om, om, want ja, ik, het, anders is, ik wil ook wel echt een, echt een mimo, maar. man. Jesus Christ. Ja, precies. Ik bedoel, ja, kijk, ik kijk, voor alles, alles, en ook zinspellen en oorlog Films. Alles boven ethisch, dus ik weet de niet of vraag is. Nou ja. Nee, maar wat ik meer bedoel is van krijg je inderdaad meer veel kritiek of meer kritiek de laatste tijd naarmate je het, groeit. Naarmate je groeit en omdat het om zo'n trendonderwerp gaat. Nee, dan niet eigenlijk. Je krijgt wel af ja. en toe de vraag, ja, zeker in podcasts en dergelijke, dat ik inderdaad de vraag krijg van ja, is het niet wat gevoelig om inderdaad met zo'n materie om daar een entertainment of een spel of of, of content rond te maken. Vanuit die uh, richting krijgen de vragen wel van klanten of consumenten of, of mensen uh, minder. Eigenlijk is dat ja. verwaarloosbaar. Als ik ja, uh, om de zoveel maanden een keer een vraag krijg of een opmerking krijg van iemand, zal het veel zijn. Maar op zich valt dat bij deze nog wel zo mee. Dat ja. fijn. Ja. Ik weet mijn vraag weer. Weer een hele diepe inadem trouwens. Irritante eigenschap. <lacht> <lacht> nu ben ik ook heel gewaar van wie je het gezegd hebt. Dus dat is echt heel fijn, thanks. <laughs> um, die uitrol van Engeland, hè? heb je daarover nagedacht? Hoe zou je dat dan aanpakken? Want je zei net al: nou, als ik nu opnieuw zou beginnen in Nederland, zou dat heel lastig zijn. Nou, Engeland is eigenlijk een beetje weer vanaf niks beginnen. Hoe ben je verplan plan dat te gaan aanpakken? Ga je dan alle Crime Podcasts sponsoren daar? Of, uh... Dat staat inderdaad op de, op de planning. Hè? Dus <laughs> nice. we hebben nu al alle, alle, ja. alle True Crime Podcasts in de UK. Hebben we dan eigenlijk al uh, in Excel-less gestoken? Uh, met contactgegevens bij. Dus dat is inderdaad een van de zaken die we zeker gaan, gaan, gaan gebruiken. Omdat we gezien hebben dat dit werkt hè, voor vlaanderen Nederlands. Uh, ik zeg niet dat dat 100% gaat lukken in de UK, maar de kans is wel groot hè, dat daar ook wel wat tractie gaat, uh, gaat uitkomen. Um, ook het inschakelen van een, een PR-agency gaan we zeker ook uh, uitvoeren, omdat we hier in Vlaanderen en, en nu ook wel Nederland, kennen we nu de meeste uh, ja, kranten en kunnen we wel wat uh, reporters uh, direct aanschrijven. In de UK hebben we geen netwerk, hè, dus daar moeten we inderdaad wel een externe agency gaan inschakelen om daar wat pers mee te gaan genereren. Ja. Um, dus dat enerzijds en dan anderzijds wel nog altijd uh, de Facebook, de Instagram, de Google, TikTok, uh, al die kanalen ook wel effectief ook wel gaan gebruiken om ja. uh, acquisitie te doen in, in de markt. Ik moet bij jullie ook echt denken aan dat uh, aan die serie van Black, Wat was ook Blackbox, Blacklist? Nee, je had op een gegeven moment die... Nee, nee, dat is een serie. Nee, die serie is dat je allemaal van die uh, toekomstbeelden had. Ah, Black Mirror. Black Mirror. Ja, ja. ja en dan heb je Black serie. Mirror. Nou ja, de film daarvan, ik ben de naam ah, helemaal yeah, kwijt. Uh, Bender Badge. Uh, ja, Bender Snatch. Ja, Bender Snatch. Ja, 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 ja. ja. Zoiets zie ik me bij jullie ook wel voor. Dat zo'n soort film of zo, dat, ken je dat, Bender Snatch? Luister, je hebt een vriendin, ik niet. Ik kijk zulke dingen niet. Al dit argument, terwijl hij net met mij nog een hele moordserie heeft zitten kijken op een brakke zondag. Maar dit een, is een hey, stap te ver. Toen had ik een vriendin. Weet oh, okay. je Oké, okay, ja, ja. Nee, Dat weet ik niet. Misschien is het ook serie, het was. Maar uh, dat is ja, eigenlijk ook zo'n murder mystery. Dan kan je keuzes maken in de film. Ja. Dus afhankelijk van de keuze die je maakt in een scène... Maar is dat bijvoorbeeld, op Netflix? Ja, Netflix, ja dus ja. bijvoorbeeld... Kan je, val je een keuze maken? Ja, ja, ja met je afstandsbediening. Ja, okay. ja, nu is hij weer hyped. Man. Ik ga er kijken. <laughs> ja, zeker In het begin zijn het hele futiele keuzes. Hij vraagt hem van het personage die je dan aan de ontbijttafel... Dan vraag je welke... Gaat hij cereals? Gaat hij gaan eten? Of gaat hij een yoghurt eten? Dan moet je kiezen. Oké, okay, hij gaat uh, een yoghurt eten. Dan kan je dat kiezen met je afstandsbediening. Klik. En dan gaat de scène verder en dan zie je hem effectief dan yoghurt eten. Dat? Bender Snatch. Bendersnatch, Bendersnatch ja. van Black Mirror. Ja. Zo, hoe en dat, is dit nu dat, dat is gebaseerd. Dat is heel erg gebaseerd. Op, vroeger had je. Ik ben even kwijt hoe die boeken heten, maar ja. Murder Mystery. Boeken. Ja. Dat waren boeken zo dik. En dan ging je lezen, lezen, lezen. En dan moest je op een gegeven moment ook van maak je keuze A, ga naar bladzijde zus. Maak je ja. keuze B, ga naar bladzijde Zo. Nee, en ja, op, op die, die manier zat dat verhaal op. verhaaltjes en zo. Vrouwen gaan die ook helemaal op aan. 100%. Ja. 100%. Gewoon van die verhaallijnen waarin je zelf kan kiezen en dan. Ja, leuk man. Ja, ik ja, ben er inderdaad wel uh, zeker eentje waar we uh, ja. Ja, maar ook wel uh, interesse voor hebben om zoiets te gaan maken. Ja, dat is ja. Super, tof. super vet. Ja, wat ja. gaat erin uh, als investering om zoiets te maken? Ja, Zullen uh, ik dat opzoeken, wat het opzoeken? Dus, het ja, zal wel een paar uh, tientallen miljoenen zijn om zoiets ja, te produceren. Het grote voordeel bij ons is wel zo van: ja, wij proberen die levensechtheid. Dus ook bijvoorbeeld, hè, ik spreek over, al hebben we ook wel professionele video's. Hè. Als je bijvoorbeeld een, een, een zaak opstart, is er altijd een nieuwslezer die het, het feit gaat inspreken. Dan kom je eigenlijk in zien, een studio ja. te zien en dan zie je een nieuwsleider zeggen van kijk, uh, welkom, er is een uh, nieuw, nieuw binnenkomend er is een moord gebeurd in, het, uh, in de stadsgouwburg daar hè, en dan uh, wordt er zo wat verteld. Dus daarmee start de speler ook altijd. Hè. Dus dat is wel een professionele video die we altijd creëren. Anderzijds, als er bijvoorbeeld achtervolgingsscènes zijn, als je, als je de verdachten hebt gevonden en, en uh, je geeft in, oké, okay, we gaan hem arresteren dan uh, zie je ook effectief video's, maar dat dan zijn effectief met bodycams opgenomen en gopro's, dat eigenlijk niet zo heel veel kost om te gaan produceren. Nee. Dus op die manier zijn we altijd, om die levensechtheid, is het ook niet altijd nodig om professionele video's te hebben. Dus mm -hmm. het is juist leuk omdat het zo action is en, en, en levensecht ja. dat we wegkomen met iets minder goede kwaliteit. Ook. Ik ben het ook wel 100% daarmee eens. Soms heeft het juist zijn charme omdat het gewoon misschien een beetje amateuristisch eruit ziet, ja. dat het wat chaotischer is. Ja. Terwijl als het allemaal professioneel geshoot is, dat, dat merk je ook weer. Dat voel je ja. een soort van. Terwijl als mensen juist gaan kijken om. Ja. Om hoe het eerst eerst zag willen ze misschien niet eens die professionaliteit hebben. Nee, dat, is een, dat merken wij ook aan, aan onze spelers, hè, die, die levensechtheid. Het feit dat dat inderdaad zo wat brakker uitziet, is precies echt. Hè. Ook bij de politie, als er bodycams gebruikt worden, dat is niet een, een HD-camera, dat is echt een GoPro of iets dergelijks dat gebruikt wordt. Ja. Uh, dus dat is inderdaad wel iets dat, uh, dat wel werkt en waarmee we wel dan wegkomen eigenlijk. Uh, alleen voordelen eigenlijk om op die manier uh, ja, goedkoper Video footage, dus, uh, en weet je dan bijvoorbeeld ook het verschil tussen de podcastgrootte in bijvoorbeeld in de UK en in Nederland? Zeg maar, wat zit daar een groot verschil in tussen er is een, een aantal luisteraars? Er is een aantal luisteraars, uh, ja, staan allemaal in onze Excel's wel al ongeveer. Het is heel moeilijk om, om cijfers van podcasts uh, te achterhalen. Hè. Uh, ja. Het is makkelijk als je een YouTube-kanaal eraan gekoppeld hebt, dan zie je aantal views en dergelijke. Maar het is heel moeilijk om bijvoorbeeld om Spotify te zien, oké, okay, hoeveel luisteraars heeft die? Uh, ja, mogelijk. Ja, wel, ik, ik, das, ik kan ze toch niet achterhalen. Dus ik heb het niet gevonden, alleszins. Uh, Dat is dus wij hebben wel de lijst opgemaakt wat wij dan wel doen is wat research van oké okay, die podcast bijvoorbeeld in de UK een keer kijken naar Instagram oké okay, hoeveel volgers hebben zij oké okay, mm. hoeveel comments hoeveel engagement zijn er op hun posts Dat noteren wij dan altijd en dan eigenlijk maken we zelf een soort ranking van oké okay, dat zullen de grootste zijn en dan gaan we die eigenlijk als eerste gaan contacteren ze dus we doen wel wat research maar op basis van luisteraars is dat niet mogelijk um, maar wel op basis van ja, socials en en dergelijke uh, ja, ja. En is dat veel groter dan in Nederland en België? Uh, het aantal podcasts wel. He, dus daar zitten toch maar al drie, dus drie keer zoveel podcasts in de UK over true crime dan uh, in Vlaanderen en Nederland gecombineerd. Uh, maar het aantal luisteraars is, is, wat, is wat moeilijk om te achterhalen. Ja, ja, Het ja. zal ja. ook wel een stuk meer zijn. Ook omdat ja. je natuurlijk ook Amerikanen kan pakken met een Britse. Het ja. is dus altijd Engels. En ja, ook gewoon Nederlandse over. mensen. Je kunt gewoon eigenlijk iedereen ja. die Engels snapt. Ja, inderdaad. We gaan, mm -hmm. Want we, we hebben eigenlijk twee zaken gedigitaliseerd die eigenlijk je Kan aankopen op onze webshop en dat je digitaal kan spelen in het Engels. Dat je niks thuis krijgt, maar dat je het echt digitaal bekijkt. Dus dat is ook voor dan hebben we ook Amerikaanse klanten die dat kopen. Uh, we gaan het wel beperken voor als we dan gaan lanceren, gaan we echt wel de UK apart gaan. Ja, Want ja. we hebben al ervaring, we hebben al een paar keer gehad dat we een zending moesten opsturen naar de Verenigde Staten <laughs> en. en uh, dat is niet winstgevend. Als je dat wilt doen, dan moet je effectief wel ter plaatse een productiefaciliteit hebben die de boxen maakt en ze gaat versturen. en uh, Dat is niet mogelijk om hier productie en verzending te gaan doen voor naar daar te shipen. Ja. Dat, is, dat is niet financieel haalbaar. Ja. Ja, dat Ik heb helaas het budget voor banders netjes niet kunnen vinden. Het is allemaal Netflix-producties. En Netflix zegt. Niks over dat soort dingen. Nee? Helemaal nee, man, Netflix. Eh, niet ben hoeveel net, gebruikers ze okay. hebben, niet wat hun omzet ja. is. Niet, nee, Netflix houdt alles om download, Dus helaas. Oké, okay, maar ik ga wel. Ik ga het gewoon checken. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik wist gewoon dus niet zo. Dat zeker dat was. een aanrader. Zeker ja, ik vond, om te doen. Ik vond het heel leuk om te doen. Um, ik weet niet of ik, als ik. Ik weet niet of ik echt 4, 5 zou, zou, zou doen. Wel. Het is leuk om een keer te ervaren, maar. Ja, tips voor iedereen die dat wil doen. Ik heb het één keer gekeken, daarna op YouTube alle andere variaties ah, ingetypt ja. en zo gekeken. Ja. Want anders moet je steeds kiezen, kiezen, kiezen. En dan terugkeren. En, ja, en ja. terug en zo Maar hoezo dus je dan nog je kijken? Omdat al... er bij wijze van spreken 15 variaties van die film zijn. Ja, ja, dus dat gaan mensen ook doen. Want ja. je hebt 15 keuzes ja. en elke keuze kan een andere kant op en heeft weer invloed op. Er zijn heel veel verschillende endings, zeg maar. Ja. Ja. Wij hebben effectief denk ik, vier, vijf verschillende endings gezien. Dus wij hebben effectief met afstandsbediening ja. altijd teruggekeerd. Ah, bijvoorbeeld, als je personage sterft, als je een handeling hebt gekozen en hij sterft, dan herbegin je ook terug opnieuw. Gaan ja. mensen dood? Ja. Okay. Dan moet je opnieuw terug en dan start je terug aan de ontbijttafel en dan moet je terug helemaal. Ja, ja. ontbijttafel, je mag dan kiezen. Ga je serieus. Ja, dus er zijn echt gekke cornflakes. keuzes die je kunt maken, man. En dan gaat iemand dood. Okay. Ja, nee, dus maar zijn dat is echt gekke heel laagdrempelig. Maar uiteindelijk ja. ja. gaat echt wel een mooie keuze ja, maken. Je nee, kunt je echt Je kunt echt Mensen gaan dralen uit shit. Ja, oké. Nee, is goed. Nee, ja, ik ja, vind ja, het wel ja, leuk. Ja. Leuk dat dat bestaat. Ik vond het ook raar waarom dat eigenlijk helemaal niet bestond. Want je ja. zit het soms wel met die apps en zo, ja. dat je zo van die verhaallijnen hebt waarin je kan kiezen en dat heeft invloed. Maar ik dacht van ja, het zorgt wel voor meer engagement tijdens een serie. Ja. Ik denk alleen dat het gewoon um, hoofdpijn is. Ja, te veel oh, moving yeah. parts en dat het ook, ja, want toch ook, het, is, het blijft wel een gimmick. Toen ik Bandersnatch keek, dacht ik wel ik. van ja, het is nu niet dat ik denk, elke film moet zo zijn. nee. Het is dat leuk, maar ja, ja, ja. Het, het is gewoon hoofdpijn. Het ja. lijkt mij gewoon voor producer, ja. producenten. zoveel verhaallijnen. Leuk voor een keer te proberen, denk ik. Of een aantal keer. Want het is inderdaad, niet dat je op regelmatige basis nee, zou doen. Nee, 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 nee. Als je dan moet kiezen. Hè? Oh, ja. Gewoon. Um, heb je nog echt een droom wat op je, op je lijstje staat, wat dan afgeschreven moet worden? Lange termijn. Ja, ik denk het, het, het merk gaan uitbouwen tot, tot iets, iets groter. Hè. Inderdaad, hè. een love brand, dat mensen zich echt wel geconnecteerd voelen met, met ons. Dat, de, ja. dat fans zijn echt, hè. dat ambassadeurs zijn, die, die alles willen wat we uitbrengen. Zijn de, het boeken, zijn het spellen, zijn het onze pretparken, onze Netflix-reeks even kijken. En, uh, ja, dat we echt een universum uh, worden en dat we inderdaad echt wel de marvel worden van die en van fans hè. Dat we echt wel een, uh, de referentie zijn in, in Misdaad Entertainment. Dat ja. is echt wel hetgeen dat ik naar. Uh, Echt streef, ja. Wat zou een, uh, een samenwerking of een collaboration zijn dat je zegt daarna, dan kan ik gelukkig de boele spullen neerleggen als dat gelukt is? Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik zie dat minder als collaboration. Ik zou eigenlijk liever zelf een. Uh, eh, dus je hebt, je hebt sterke merken, maar eigenlijk zou ik gewoon ervoor zorgen dat we zelf een, een, een franchise gaan maken en zelf een, een reeks gaan ontwikkelen en, en zelf iets, iets creëren en, en minder uh, met een partij samenwerken of, of daarmee kunnen gaan samenwerken. Ja. Ik zou eigenlijk liever zelf iets willen creëren dat echt wel uitgroeit tot iets dat, dat men, waar andere merken mee willen gaan samenwerken. Dat is wel ja. het, 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 het ultieme doel. Ja. Mooi. Ja. Voor, mooi, mooi. En stuk tv dan? Bijvoorbeeld heb je stuk tv heeft toch dat uh, programma dat ze ook... Uh, uh, dat ze zo'n... Oh, ik, je ik, hebt een... Ik ken stuk tv niet. Uh, oh, dat zijn Nederlandse YouTubers. YouTubers. En uh, wat zij wel eens doen is dat ze van die influencers... Uh, net doen alsof de influencer een gevangene is. Ja. En die ontsnapt dan. Ah, ja. En dan moeten zij binnen zoveel aantal uur... Uh, de gevangene, de influencer pakken. Ja. en als het hun dat niet lukt, nou, dan hebben ze dus verloren. Ah, oké, okay. dat een tof concept. Ja, ja is wel grappig. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ze, 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 ik dacht misschien heb je al met een samengetrokken. Dus nee, okay. nee, 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 nee. Okay. zou inderdaad ook nog wel een connectie kunnen zijn? Ja. Ja. want dat is wel een YouTuber, tenminste een YouTube kanaal waar. Ah, okay, hij, dat ik ook zie ik nee. ja, zit uh, Er zitten nu wel op TV volgens mij ook, hè? Nee, 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 nee. Het is alleen gekocht door Talpa. Oké, okay, dat is wel op het moment ook op TV werd uitgezonden. Nee, volgens mij niet. Ah, oké. Ik kijk geen TV, dus ik weet het ook niet. Maar dat is zo, Ja, ik vind het wel vet. Er zijn gewoon veel toffe dingen die je met jullie concept kunt doen. Dan ja. merk ik nu ook. Al je creativiteit kan je er helemaal op loslaten. Ja, ja. ja. Heb je bepaalde personages die dan vaker terugkomen in verschillende cases en zo? Nog niet. Dat is eigenlijk een gemiste kans. Dat zeg ik ook altijd tegen Wout. Ik zeg echt wel graag, zeker met de creatie van de nieuwe spellen en de nieuwe boeken die we schrijven, dat we toch wel een vast personage gaan in het leven roepen. Dat we echt wel een terugkerend karakter gaan hebben, omdat dat het echt wel een sterkte heeft. Je hebt series die echt gebouwd zijn op een karakter. Je hebt Undercover ook bijvoorbeeld. Je hebt Ferry, de Nederlander die de slechterik speelt. Die serie bouwt bijna helemaal op dat karakter. Dus die heeft spin spinoff ook gekregen, ja. um, dus ik, ik begrijp wel de kracht van zo'n vast personage te hebben of een. een ja. dus dat is wel iets dat op de planning ook staat om uh, zo iemand te gaan uh, introduceren die altijd terugkeert in de boeken en die in de spellen ook wel dat terugkeert. Het kan ook een kleine rol zijn, zoals bijvoorbeeld Joda heeft, weet je wel? van. Ah, ja ja een, een, nou, Dat een, is een, gewoon uh, een mentor zijnde in, ja. in de verhaallijn. Ja, boven? maar dat kan ook, hè, ja. ja. Ja, gewoon de politiechef of zo. Weet ja ja, ja zeker. Een, ja een soort ja van, uh, Of de buurman. Ja we ja, proberen nu. Gewoon, uh, proberen nu zeker ook ja, de nieuwslezer is die altijd terugkomt ook altijd dezelfde dus proberen. Ja. Ja. Wel zo wat herkenbare ja, manier wel terug te doen, maar inderdaad, de, de commissaris of de chef zou ook iemand kunnen zijn die altijd de briefing geeft en dergelijke. Dat is wel iets, iemand dat we eigenlijk altijd zouden kunnen. Ja. Ja, ik zou het ook nog wel vet vinden, maar dat is wel duister, dat je ook, dat je ook echt een horrorversie maakt. Of zo. Gewoon echt een heftige versie. Het loopt niet goed af. Gewoon 18 plus, zeg maar. Nou, ja, dat niet per se, maar gewoon <laughs> dat het allemaal wel best wel edgy is of zo. Dat zou nee, ook wel ja, vet kunnen zijn. Dat is ook een okay. idee dat op die koelkast uh, hangt. Ja. Nu nog, uh, dus inderdaad uh, een soort uh, meer horrorachtige versie gaan ja, creëren. Ja, ja, dat is ook ja, iets ja. dat... Uh, ja daar, daar vind de vrouwen oh. nog leuker ja, ja, pas op, dus ja. Uh, Horror is ook wel vanzelfsprekend niet onderschat het is ook weer Anissa die die enorm on, eh, onder onderschat wordt denk ik daar. Ja, ja, echt hè? miljoenen mensen die, die echt wel zot zijn van horror en de grootste horror dat ga ik nu opzoeken Je, we kennen denk ik allemaal Groot paranormal film of Paranormal uh, activity kennen ja, we allemaal ja. wel oké okay, nou, dan heb ik nu ik kwam dit ooit tegen uh, Paranormal Activity ging je natuurlijk ooit heen toen je, weet ik veel, ik was toen jong, 2007, ja. dus... Uh, ik weet niet meer welke film dat is. Het is zo'n... in een uh, huis uh, met overal camera's, dus er, wordt, er zijn verdachte zaken die gebeuren uh, in het huis. En dan begint ja. die vader overal camera's op te hangen okay. om te zien van oké, okay, ik hoor altijd geluid s'nachts en om te kunnen gaan zien wat er eigenlijk gebeurt s'nachts. Mm, uh, ja, en dat ja. Is dus, maar dat is op een best wel een laag budget gemaakt, Paranormal Activity. Wat ja. denken jullie dat het budget was voor die film? Een miljoen. Nee, ik denk nog iets minder, dan, denk je? 500.000? 15.000 dollar is voor iets. deel 1 van Paranormal Activity was de kost daarvoor. de ik allemaal met die cams thuis was. Dus ja. okay, hoeveel denken jullie dat het in totaal in uh, de Verenigde Staten en Canada heeft opgeleverd in de box-office? 50 miljoen. Het lacht. Wat denk je? 80. 107 miljoen dollar. Ja. Ja, op ja, nee. op 15.000 dollar. Ja. Dat, dat vind ik echt vet, dat je dus iets kleins, Een ja. soort van met een klein budget. Dat het, dit was gewoon schijnlijk een klein filmhuis dat een idee had. Ja, ja, hun leven zijn gewoon voor altijd veranderd door die film. En eigenlijk is dat een volledig genre op zich geworden. Dus van footage ja. uh, genre eigenlijk. Ik denk dat het gestart is met de Blair Witch-project. Ja, klopt. Dat gezien hebt. En toen een tijdje niet. Ja, ja, inderdaad. En dan inderdaad Paranormal Activity. En dan dat is echt wel een. Want ze zijn een van mijn favoriete films om te zien. Ook heb er ja. een aantal anderen ook. Uh, ook bijvoorbeeld een film die gemaakt was met enkel webcams. Hè? Dus je zag eigenlijk vrienden die via Skype... Die heb het... ik gezien. Dat, ja. Hoe heet die film ook weer? Dat ze hun hand in de blender moeten steken, ja, dat alles gehackt wordt. Ja, die heb ik gezien. Ik zie dat enorm graag, zo'n uh, ja. zo zo ja. films. Uh, dus ziet graag, hè? Ja, ja. Het dus is uh, <laughs> ja, ja, dus, dus, uh, dus, ik bedoel... Ja, 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 ja. Het is heel goed. Maar zo dat het levensechtheid, dat is die levensechtheid. Dit kan echt gewoon opgenomen zijn via Skype. Daar zijn geen externe cameramensen. Dit is opgenomen met... Ja. Met de camera's die, die aan het opnemen zijn. Maar boys, kun je mij zeg maar een lijst toesturen met gewoon die films allemaal? Want ja, maar die films, kijk, bijvoorbeeld in mis... Paranormal ik, Activity ik of die opgezocht. webcam video. Maar het zijn niet per se, ik weet niet of ik het goede film zou nee, noemen. Nee. Als je nu Paranormal Activity kijkt in deze tijd, ga je denken, ja, dit is echt een goedkope kunstfilm. Ja. Dus, maar uh, gewoon in die nee. tijd dat het uitkwam met de ja. hype die er omheen was, was het wel, je dacht bijna van... Zijn dit echt gelekte tapes van wat het echt gebeurd is? Want dat ja. was met de Blair Witch Project ook. Toen was ik echt nog klein. maar Blair Witch ik, Ja, de Blair Witch Project is op een gegeven Blair moment heel Boys. slim is dat gemarketeerd. Dat was ook gewoon film met handicamps. Van een groep vrienden die het bos ingaan en daar ja, iets met voodoo tegenkomen. Ja. En dan één voor één. Met, uh, met die pop die dan uh, ook uh, gaat praten. En dat ze ook van die... Zijn, uh, dat zes mensen of zo op een gegeven moment wakker worden. Komen ze was ergens wakker zo. Ah, sorry. Ja, dat vond ik geweldig. Ja, maar dat is meer echt een film. Ja. En, en wat het is met Blair Witch Project, hoe ze dat gemarketeerd hebben, is op een forum, dit is in begin 2000, op een forum werd op een gegeven moment een stukje tape geplaatst. En dan een soort van verhaal van: Dit is die en die, die is een bos ingegaan en hier is een stuk tape van haar gevonden, maar zij is vermist. Ja, okay, yeah. En dat ging toen in die tijd heel erg viraal. Op dat, dus het was gewoon: van Is dit echt? Is dit niet echt? En zo hebben ze dat langzaam, ja, ja gewoon echt die folklore de wereld ingeholpen. En toen kwam die film uit. En toen was dus echt heel erg het ding van: ja, is het echt? Is het nep? Ja, ja. En dat was dus helemaal handicap ja. gefilmd. En okay. dat ging heel erg viraal. En Paranormal Tom, Activity dat ja. heeft dat een aantal jaar later ook ja, ja, heel slim was, gedaan. Snap ik. Snap ik. Nee, maar het tof er ja. is, en waarom ik denk dat het voor jullie bijvoorbeeld ook heel leerzaam zou kunnen zijn, is dat ze echt met een heel klein budget in best wel een beetje een gelijksoortig genre ja, heel veel aandacht weten te krijgen door creatief om te gaan met wat ze hebben. Ja. ja, ja. ja ik vind dat altijd wel tof om te zien. Ja ja zeker ik denk uh, inderdaad omdat ze met zo'n klein budget kan met, met zeker nu met de telefoons dat je nu hebt met een iPhone uh, schiet je bijna even goede beelden als met een professionele camera dus ja. Ja. Op zich uh, als je dat zo aanpakt kunnen heel goedkoop eigenlijk iets, iets gaan produceren ja. maar dat zei je net ook misschien was je toen naar de wc maar wat ze zei met bodycams bijvoorbeeld ah ja ja ja, ja weet ja, ja. Joh, van ja. dat wil je juist op laag kwaliteit hebben ja ik heb hier hele tijd gezeten ja. <laughs> Dat was toch net naar nou we. Oh, nee. nee, nee. Wajo, wow, dat is volgende ja. aflevering. Ja. Is dit te lang? Ik was toen Dat zijn we te bodycamps. Oké, okay, maar wow, joh, ik dacht dus. Dan zijn we gewoon lekker nou we bezig. Was Jongens, even voor dit. We, zeiden, we hebben net ook een podcast opgenomen van drie uur of zo. Ja, ja, ja vanochtend. vanochtend. Dat is inmiddels al wel weer vijf uur geleden. Maar... Ja, en vijf koffies verder. <laughs> ja, vijf uur podcast opnemen vandaag. Nice. Totaal. Ik zeg je eerlijk, gaat goed. Duidelijk. Um, Jimmy, de laatste vraag die ik altijd, of in ieder geval soms, stel, die ik leuk vind om te stellen, is: um, Van nu naar vijf jaar, waar denk je dat het over vijf jaar allemaal staat? Wat zijn de plannen? Ja, ik denk binnen vijf jaar moeten we toch wel uh, ook in, in, uh, in het Engels wel een, een gevestigde waarde zijn. Dat we ook daar onze spellen, onze boeken, onze, onze reeksen uh, uh, ook in het Engels moeten hebben geproduceerd. Uh, en dat we echt wel. Uh, het merk aan het, dat we echt wel het merk zijn op het gebied van, van, uh, van misdaad entertainment. Mm -hmm. uh, ik denk dat, we, dat ook het, het meer gekend is, uh, we zien dat nu ook in onze klanten. Hè. Vroeger waren we heel gespitst op die Escape Room uh, spelers dan de True Crime fans. Maar dat we eigenlijk een merk worden dat ook uh, Nancy, 45 jaar, die, die huismoeder is, of, of uh, dat die ons ook kent. En dat die ook graag een, een, een spel of een boek leest van ons. Uh, ja. Dat we echt wel een. een, een uh, een vaste waarde zijn voor de doorsnee Vlamingen en Nederlander. Ja. Cool. Top, top. Ik ben benieuwd. Ik ga het in de gaten houden, man. Ja. Mm -hmm. ik vind het leuk. Ik ga het zeker een keer proberen. Wat ik nog even wil is, uh, want ik zag net ook dat de boog die eigenlijk op de achtergrond staat, niet echt op beeld staat. Ja, is misschien een beetje blurry. Kan je hem eens pakken? En nee, erbij? Blurrie. Hij Achting? staat gewoon buiten beeld. <laughs> oh, hij zat buiten beeld gewoon. Ja, man. Nice. Dus uh, kan, kan je hem pakken vanaf de ja, bank of niet? Ja. Dan kunnen de mensen hem ook nog zien? Ja. Kijk. Een valse. Hoppa, kijk Super vet Undercover, The Gambler We zetten dus de link in de beschrijving, klik erop Super tof om gewoon een keer uit te proberen Ik ga het zeker spelen um. Jimmy, bedankt Graag ja, gedaan, bedankt man. dat ik mocht langskomen uh... Natuurlijk, altijd welkom, was een leuk gesprek Bedankt yes. voor het kijken, tot de volgende en Ciao, ciao.